Het is vandaag maandag 21 maart en ik zit hier tegenover Alex Eknu en Sven de Ridder zelf. Heren, uh, welkom. Uh, slecht nieuws, er is weer ja. een uh, uh, filmster uh, overleden. 13 maart 2022 is William Hurt overleden. Aan de gevolgen van prostaatkanker, denk ik, blijkbaar. Dat was de, ja, hij heeft de, In 2018 is hem daarmee uh, gediagnoseerd, ja. maar de officiële overlijdensreason uh, is gewoon, denk ik, doeltjes ah. in zijn slaap plotseling. Alleen er stond niet echt bij dat, daaraan dat het daaraan gestorven is. Dat het daaraan gestorven is. Dat het niet. Het is wel thuis onverwachts. Stond er ergens in een... En hij zou gisteren, ja. uh, dus 21 maart, sorry, 20 maart gisteren, 72. zou die 72 geworden ja. zijn. Mm. Dus dat hij is geen leeftijd, weg... hè? Nee, dat is nog geen leeftijd, jongen. Nee, dat is jong. je verwacht, wie verwacht erna, nou, uh, ja, de oudere mannen die dan... Ja, ja, van, die maar... die allemaal uh, of, of, al ja. in ja, ja. de 80 of in de 90 Of in de 90 al. Clint Eastwood. Yeah. blijft gaan, hè. <laughs> ja. yeah. Eastwood blijft gaan, hè. Nogal hey, moet van mij mag die nog lang blijven gaan, eigenlijk. Ja, voor mij ook. Ja. Heeft iemand die zijn laatste gezien? Primacho, nee, ja? nee. 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 Dat kreeg kaarslichte kritiek. Ah, toch? Ah, ja. ja sommige mensen hè, schreven dat dat echt, alhoewel ik zal namelijk eerlijk zijn, de standaard schreven dat het vreselijk was, wat voor ja. mij nooit echt een standaard is. Het is totaal geen standaard. <laughs> de standaard is niet de standaard nee. als het gaat over dingen dat ik leuk vind, maar en de morgen maar... heeft vaak nieuws van gisteren, dus het is ja, allemaal inderdaad. Een... Is eigenlijk een beetje slecht gekozen die namen <laughs> ja. allemaal vinden we wel. Ja. nee, maar ik heb er een paar heel slechte dingen over gehoord en gelezen. Maar ja, bij mij is dat wel met Eastwood altijd. Ik zal het wel zien als ik het zelf gezien heb. Oh, ja. ja, en die, die films ervoor waren altijd uh, nog altijd wel de moeite. Hè? Oh, maar de goed, moeite. wij gaan het hebben over William Hurt. Ik heb aan jullie een top 5 uh, gevraagd. Ik heb aan het interwebs luisterend uh, publiek ook hun favoriete. Ben William ik ook Hurt. Ik ben heel benieuwd nog. <laughs> ja? En, en uh, ja, ik weet niet of het een, uh, een representatieve uh, top 20 is, maar het is, een top, het is onze top 20. Het is een aan de films van William Hurt. Uh, een beetje door ja, door... ja, er zitten rare films in misschien, maar ook wel de denken ja. dat er de films die erin moeten ik, zitten. Er was me. toch veel respons, hè? Uh, ja, ja, ja. ja nou, weer, uh, maar, natuurlijk, William mensen. Hurt, het is, niet, het is een naam, het is een grote naam, maar het is, het is al een naam voor de echte hebben, ja. denk ik. Ja. Mm -hmm. ja. uh, hij heeft, ik denk dat hij de Oscar gewonnen heeft voor Children of a Lesser Blood. Uh, nee, voor Kiss of the Spider-Woman. Of Kiss of the Spider-Woman, yeah, sorry. Just, uh, ja. yeah. Kiss of the Spider-Woman. Daar heeft hij... Mm -hmm. uh, dat, maar dat andere is ook een soort van Oscar-achtige uh, hij, hij heeft drie jaar achter elkaar een Oscar-nominatie gehad in de beste mannelijke hoofdstelcategorie. Ja. Beginnende met uh, uh, Children of a Lesser God, denk ik. Dan mm -hmm. Kiss of a Spider-Woman, of juist andersom. En uh, Broadcast News ook nog. Ja. Ah ja, juist. Ja. 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 Nu, uh, daar gaan we het allemaal over. Die komen allemaal uh, langs natuurlijk. Uh, eet, er ook, heb... en, so, eet er nog eentje? Je had ook over de beste Barel trouwens. Je je in totaal uh, History of Violence. Hij heeft vier. Ah, ja, ja. Als ik heb dan meer afgezien, totaal gehad. Nou, maar één ja, zilverd. En uh, uh, even, uh, een film die niet in de top 20 staat, uh, re, misschien wel terecht, maar toch even genoemd moet worden, is uh, de film Do Not Disturb, a.k.a. Hmm. Silent Witness. Dat is namelijk ah, ja. een film van Dick Maas. Oké. Okay. Dick Maas heeft een van gehoord. Die, die speelt zich af in Amsterdam. En uh, Dennis Leary, Jennifer Tilly en William Hurt spelen daarin. Ja, hmm. William uh, Hurt heeft wel een paar films gemaakt in de Lage Landen. Hij heeft ook een Belgische film gemaakt met Chantal Ackerman. Ah. Uh, A, A Couch in New York. Oké. Okay. Ik uh, denk dat dat de juist een titel is. Um, en de verhalen gingen dan, uh, deden de ronde uh, op de sets waar ik dan stond. Uh, van oh ja. William Hurt heeft op een set gestaan in België en uh, je mocht hem niet aankijken tijdens het filmen. Niemand mm -hmm. dus mocht oogcontact hebben met hem. Echt? Ja, ja. Altijd goed dat dat altijd zo'n verhaal is. En... Ja, hè? Ja ja, 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 Dat, dat je, dat je toch altijd... echt een beetje een uh, filmster uh, was. Nu, ik denk da dat uh, uh, Dick Maas is een boek er iets over geschreven heeft, maar ik ben vergeten wat het was. Maar in ieder geval, dus er is een Dick Maas film met William Hurt. Dat ben je weet het, niet documentair, als... Nee, hij zit niet in de documentaire. Nee, nee. Nee. Maar die film wel, die film, wel, hoor. Die film wordt bedoeld. Echt? Ja, ja, ja. ja. ja maar dat, is zijn, dat was zijn Amerikaanse, uh, dat is een Amerikaanse talenfilm. film, dus dat was zijn eerste stap richting, dat was zijn flash of blood, zeg maar. Hè. Okay. Dus, uh, mm -hmm. Het is inderdaad A Couch in New York uh, van 1996, uh, Chantal Ackerman, met Juliette Binoche en William Hurt. Voilà. Oké. Okay. Ja, hij heeft, heeft de, wacht, hè. Hoeveel, hoeveel heeft hij uh, op uh, IMDB? Ja, veel, denk ik. Uh, William Hurt op IMDb, we zullen zien, heeft 106. 106 credits, dus dat is uh, ja. ja, de moeite. Uh, we zullen beginnen met, ja, het is een top 21 geworden. Ik heb gewoon alle, ja, dus 22 eigenlijk als je doet dat die storm bereken. <laughs> op uh, nummer 21 staat AI. De ja. Spielberg-film over Robot Pinocchio, zeg maar. Was ik al vergeten <laughs> dat hij erin meedeed? Ik ook. ik ook, ik was dat ah, totaal ah. vergeten. Ik is vond dat een kwaad leuke film. Is hij niet de vader van het, van het kind? Ik denk dat Hef, hij is Jepito, Ge eigenlijk. Hij is Jepito. <laughs> <Ja. laughs> dus hij is de, de vader van. <laughs> de, ja. de vader van de, van de, de robot, eigenlijk. Ja. ja. Zeg maar. ja. ja. Dus uh, ja. Uh, ja, ik ben niet de grootste fan van AI, omdat ik. O, ik wel. Vind dat soort dat tussen het wal en het script, dat was eigenlijk uh, uh, voor. Was dat niet Spielberg? Kubrick. Kubrick. ja. 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 Mm -hmm. En dan heeft Spielberg daar een soort Spielberg-AT-sausje overheen gegooid, en dat wringt voor mij een beetje. Nou, oh, dat vind ik niet. En maar vooral ik... het personage van Jude Law is, uh, klopt voor mij totaal niet. Klopt nou, ik, niet. ik vond die eigenlijk keihard leuk, drie. Ik ja? vond ja, ah, ja. een en, heel leuk personage. En ja. Robin Williams die er ook in ziet. Ja. Wat is Williams, Robin Williams ook Robin Williams is in eigenlijk de... Nee, de is Jude Law. Mm -hmm. Robin Williams is, is een soort van Wizard of Oz-figuur, mm -hmm. die hem gaat opzoeken in een soort carny, carny. Ah, ja, en een, ja, ja. Computers, een computerskop die tegen hem praat, uh, als ze hem op zoek gaan. Oké, okay, dat vond, ik, ik Oké, okay, je hebt ik ook was er daar. heel hard voor ontroerd door die film, dat weet ja. ik nog. Ik ja. vond dat ook een hele goeie. Ja, ik vond dat ook visueel heel schoon. Ja. dat is wel heel mooi. En prachtige ja, muziek raarig. van John Williams. Ja, ja. dat is waar. Ja. Oké, okay, ik ben om. Heel <laughs> Joel, Haley Joel Ostman hè? zeker Dat ik is van, uh, hij, hij zag uh, Dead People en nu was hij een robot. Uh, ja. Dus eigenlijk daarna, jawel, die heeft nog iets gedaan wat ook wel heel tof was He, wat was ook weer? Goh, die heeft onlangs, dat ik die terug zou komen, die is, uh... Onlangs heeft hij in even als een bad guy ingespeeld. Ah, in een tv reeks die Future Bad vond ik hem wel leuk in. Mm. En De die is, bare... uh, dat is zo'n beetje een dikke gast ja. geworden. Ja. Zo, Dikkertje je. met een baardje ziet hij daar. Ja, die is wel een voze gast altijd speelt ja. nu, of toch ja. heel dik was. Ja. Wordt, maar dat is niet echt een William Hurt film net. Nee, film, dat nee, vind ik nee. ook. Maar goed, er zitten nee. een aantal films in onze, in onze mm -hmm. top zoveel, waar die echt eerder een bijrol is dan een, dan een hoofdrol. Mm -hmm. Maar ja, goed... Ja. Uh, uh, ja, ik heb daar ook voor gekozen. Omdat ik, eh, wel dat, ik, dat was nu één dat ik overgezien heb, nu dat jij dat sais vindt: A History of Violence. Dat ik zoiets dat: oh, dat is een goede film. Ik was eigenlijk, wat speelt je daar nou weer in? Want dat is ook weer heel lang geleden, Dat werkt ik ik ook niet meer. Ja. Ik denk dat hij wel niet de hoofdrol daarin heeft. Maar die daarin staat is. op de achtste plaats, dus die komen we zo meteen nog tegen. Dan okay. zullen we het aan, dan uh, dan. Op de Aha. twintigste plaats, maar, maar één dit zijn allemaal dingen waar zo één stem gekregen heeft: is uh, Children of a Lesser God. Dat vind ik verrassend, dat hij maar één stem heeft gekregen. Ja, ja jij hebt ook okay. gestemd, hè Sven. Nee, maar ik bedoel, dat is wel de film waar de mensen hem zouden van kunnen kennen. Ja. Ja, dat is een van zijn toch bekendste films, denk ik wel. Dat ja. is, is William de... Hurt en ja. Marilyn Madlin. Uh, uh, zij is uh, natuurlijk uh, doof. Uh, die, en die, die heeft is ook, ook echt doof. Hè? Die is, die, die ja. is echt ook. Ja. Heeft ja. daar ook ja. een Oscar voor gehad, voor die rolle Waren toen ook een koppel ah, ja. van William Hurt en Marley Madlin. Um, maar daar zijn, uh, uh, hij was toen echt ontbomen. In, in midden jaren tachtig was hij een van de. Ja, een van de grootste acteurs. Alle goede ja. projecten kwamen van hem, maar hij had ook een beetje een substance abuse problem in de jaren tachtig. <laughs> okay. En uh, hij heeft, uh, zij heeft dus de relatie beëindigd uh, uh, daardoor. Uh, hmm. ja. En ook met wat problemen wel, of niet? Want was er, ja, ja. zij die in haar biografie ook wat vervelende dingen over hem geschreven? Ja, ja, ja. maar ik denk wel hmm. dat hij uh, een relance heeft, ook qua, qua karakter. Uh, ja, ja. Ja, ja. Uh, naarmate hij ouder Maar hij was, was toen het. wel een beetje de mannelijke Meryl Streep. Hè? Zo een beetje uh, de, de gast die in alles speelde, alle ja. goede rollen kreeg en ook heel divers. En ja. dat, is, dat, dat komt dan ook zo meteen terug. Het ja. is, je kunt hem niet zomaar zeggen: ah ja, die speelt altijd dat. Daar is die bij hem. Nee, alhoewel het er wel bijna altijd hetzelfde uitziet, wat Meryl Streep niet hè, nee, zijn, nee. Hè, zijn, zijn look is, is niet zo anders in rollen. Nee, nee. Klopt, maar ik, ik kan me daar ik want die, die stond ook op de stapel om te herbekijken, was niet gelukt. Dus, uh, chill of Less, of God. ik heb hem niet de. Uh, het is, dus daar... is een toneelstuk. Ah ja, ja, ja. Hmm. en het is een romance of zo. Wat, wat, wat is het? Het is, een, het is een, ro een romance, maar het is ook een. een, ja, een landsbreken voor de, de gemeenschap van. van uh, ...dove mensen, hè, ja. om, om die eigenlijk meer inclusief te maken. Indianteat. Indianteat, want dat is wel straf, taten. hè. Als je ja. ziet hoe dat nu is, deze was echt iemand die iemand doof speelt, dat ook doof is, hè. Ja. Ja. En dat zag je toen ook niet veel. En dat nu was moet wel ja, Je dat, wel daar, dat, ja. dat noodzakelijk. Ja. Uh, uh, ja. 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 ze speelt nou ook mee in Coda, hè. Uh, ja. Marley Madeline. Ja, mm -hmm. dat heeft ook uh, Oscar-nominaties gekregen, ja. geloof ik. Hè? Ja. Ja. Heeft iemand van jullie die Sound of Metal-film uh, gezien? Nog niet. Nee. Ik ben dat beginnen, zie, beginnen zien en ik heb dat moeten afzetten. Mm -hmm. ik, da, uh, vanwege dat het te aangrijpend was? Of? Nee, te, uh, ik, ik was heel de tijd denken, stel de vuur dat je dat dit stel de vuur dat je dat Ik weet er, ik weet er, ik weet er aan mijn tand van, en omdat ja. het waarschijnlijk ook zo goed was. Ja, ik durf het ook niet te bekijken, omdat ik laatst heel veel last van mijn oren heb en last van tinnitus en ik... Ik durf, daar niet naar ik durf daar niet naar kijken. Ik, ik heb ja, daar heilig schrik voor. Dus, maar ja, goed. Maar dus ik ik heb al dat lang in de Band gespeeld. En ik wil nu het nog met te voor de rest van mijn leven. <laughs> 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 um, op de. Ik weet al niet eens meer waar we zijn. 19e plaats. 19? De 19e plaats staat The Village. Van M. Night bing Bingbong. <laughs> um, Jamalama Ramadan. Maar daar weet ja, ja. ik ook echt niks meer van. Is toch wel ook vrij laag, vind ik. Ah ja. Ja, ja. ja dat heeft uh, ook uh, één of twee punten. Uh, wel, dat sport. is een... Weet jij daar niet veel meer van? Nee. Hij, speelt, vind... zo... hij speelt de vader hè, in, mm -hmm. in, het, in het dorp. Is hij een beetje het dorpshoofd? Ja ja ja. ja 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 De de ja. degene die het eigenlijk alleen, eigenlijk zonder, alles zonder, ja. zonder te spoilen van dus het de meest plot, die de plot hij is nog een beetje. Ja, eigenlijk wel, eigenlijk en. wel. Ja, ja, het is, dus, het is ook ja, nu werkt ik M. Night Shyamalan dat je, dat je een, een twist op het net natuurlijk. Ja. ja. En er zitten ook zo wat van die rare creaturen in het bos, of dat tinkt er zo. En het is eerlijk ook een soort ja, vind Puritijns ik, vind dorp, zo. Ja. Eigenlijk zijn een, ze een de beste twist in al zijn films in deze tijd. Dus ja. Ja, ja, want dat is degene dat je echt totaal echt niet ziet ja. Ja, ja. Ik ja. ben dan heel dom, maar ik zag de Sixth Sense ook echt niet aankomen. Nee, hoor. ik ook niet. Ik, ook niet. Ik, ik moet eerlijk zijn. Met twists denk ik slecht. Ik ook. Eerst al heb ermee, want als je mij niet hebt, dan vind ik dat je het niet goed gedaan ja. hebt. Nee, nee, nee. nee. Degene, als ik het teur hem, dat, ja. is, dat is eigenlijk een lakmoestest voor hoe goed dat een twist is. Want ik trap in elkaar elke twist dat je kunt voorstellen. Ja, ik ook. Want als ik hem al zien aankomen, dan heb je hem geteld. Ja, en ik vind ook dat je in een film ja. moet zitten en niet de hele tijd alles moet zeggen, guessen of relativeren. Dus je moet gewoon ja. meegaan met het verhaal en dan ja. Ja. alles op je af laten komen. Ik vind het ook belangrijk ofzo. Ja, het nadeel nou met M Night Shyamalan is wel natuurlijk dat dat was een u. trademark op den duur denkt alleen wat gaug het zin. Ja, ja. En, en die les was heel slecht. Ja, maar ik vond maar oh, 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 verschrikkelijk. Ja, is dat, dat verschrikkelijk. niet goed? Ja, nee, goe? goe? ja, dat is echt niet goed. Ik wou maar dat heel graag, want dat klinkt vindbaar. altijd goed. Die heeft altijd goede premissen, ja, ja, dat is waar. Want als ja, je die premissen hoort dan denkt dat gaat toch een goede film zijn. Rufus Sewell die ik altijd fantastisch vind, die was zo slecht heer. Die was heel hoe zeg je dat? Ja, die was heel... Uh, ja, ja, die was zo Ja, maar... Ja. the Lady in the Water vond ik weer iets Fantastisch. een beetje raar. Oh, dat cool. schoen. vond ja. ik schoon. En dingen vond ik, vond ik eigenlijk ook... ook uh, ja, de, de, um, die split. Ja. Omdat je dan een film zit te zien en je denkt, maar wat over god is. En dan, en dan denk je, ja, oké, okay, goed, crazy. Maar dan heb je de en op -tende, op -tende, die in ja. alle listen dat je denkt... Oh, deze was keigraaf. ja. ja, ja, ja. 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 Dus, maar ja, dan die daarna is... is niet zo goed, hè? Die Glass... En die is minder. Nee, ik vond dat wel niet zo vreselijk slecht. Nee, maar, een, maar dat is gewoon... Het maakt het wel. Het is niet zo goed als Unbreakable. en Unbreakable, nee, Unbreakable is, 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 is... mijn is, favoriet. Van, van mij ook. Het ja, is een beste film van mij. Ook, film ja. van mij. Ja. Ja. Dat is zelfs een van de beste superheldenfilms. Ja. Ja, dat is een supergoeie film. Ik bedoel, dat is... Dat is, ja. uh, uh, de, dat is de realistische superheldenfilm. Unbreakable. Dat is ja. echt gaaf. Als mensen dat door niet gezien gaan stop nu met luisteren en ga een break Nee, luister eerst en komt af. En komt dan er nou ja, terug, want dan zijn weer. we er nog met nog meer William Hurt. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> uh, op de achttiende plaats staat Vantage Point. Wat voor ja. daar zit een boek in, dat is juist. Ja, ja, ja ook wel een klein uh, rolletje. Terug met Weaver. President. president. Weaver, dat is Quaid. Uh, Matthew here. Fox, die van Lost, eh? toch? Met en Forrest mm -hmm. keer. Uh, kan ik me ook uh, weinig nog van herinneren. Maar dat is tot een film wel die goed. je vanuit, vanuit verschillende standpunten ziet. Een beetje Jackie ja. Brown-achtig. Mm -hmm. um, en dat is meer een moord op de president of zoiets. Hè. Ja, gebeurt. Uh, ja. En je ja. ziet elke keer... We, trouwens, ja, we hadden nog een film met Sigourney Weaver, waar we straks op zullen komen. Maar uh, mm -hmm. ja, dat is juist. Dennis Quaid zit er ook in. Hè. Ja, Dennis Quaid zit er ook in. Uh, ook, ja. een kei acteur, wel, ook een goede acteur. Ik denk wel dat ik ook een goede film vond. Hoor, die, uh... Ik had die altijd geren. Ja, je hebt ook ja. zo'n een, een film. Hoe heet die nou weer? Dat ga je weer weten, Sven, dat is zo'n country zingende bokser is. Herinnert je dat nog? Die heeft ooit nee. zo'n film gemaakt, waar Dennis Quaid waar hij in boxt, maar tegelijkertijd is dat ook zo'n cowboy. Zo. Allee, goh man, ik weet niet meer wat hij heet, maar dat is zo'n filmnetfilm van vroeger ik ga die eens opzoeken. Dat is ik waar, Daar was dat vond ik echt ja, ik vind dat ik, ga, dat ik zal jou. nu Dreamscape opzoeken en we gaan we gaan eraan ja. komen. Dreamscape dat vond ik ook. Oh. Leuk. Ja ja, dat oh, heb ik oh. onlangs langzijn. Pistof van Ja. Ja. Daar had Absoluut. ik daar had ik de nog nooit gezien en uh, 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 daar heb ik onlangs terugzit of dat heb ik zitten kijken want ik was zo alle science-fiction's van de jaren 80 die ik nog niet gezien heb, die mm -hmm. moet ik uh, t, uh, zien. Dat is niet yeah. The Big Easy, hè? Nee, dat is niet... Dat Vroeger, de... hey, so... denk ik, dan als ik yeah. het over dit heb. Uh, ...the Right Stuff, true, though enough, Johnny Belinda, Bill Stripes, the, the Night the Lights Went Out in Georgia, Caveman, All Night Long... Mm. The Long Riders, Breaking Away. Nee, allemaal. Dat is waarschijnlijk niet opkomen. Ik zal dat eens opzoeken. Ik zal okay, het eens weten te zeggen. Ik okay. vond dat een een leuke film toen, maar dat is... Uh, dat zoiets wat een beetje... Maar nee, dit is ook geen hoofdrol. Eerder een bijrol en een, eerder een uh, soort... Ja, uh, hoe zeg je dat? Je merkt wel bij, bij William Hurt, als je die zijn lijst overloopt, of dat vond ik ik toch, die in heel veel gezeten dat je gezien hebt, maar er zijn ook niet zo heel veel films waar dat hij echt dan toch als de leading man er zo uitkomt. Nee. Zo nee. Later. Allee, zeker, zeker later in zijn carrière. Ja. Want zoals je Zijs vind je wel zo... In de jaren tachtig... Je, je is, het is even een moment gaat dat hij ja. een superster was. Ja. Maar dan is hij toch zo heel snel zo meer naar de karakterbijrol beginnen gaan. Ja. Klopt wel. Ja, ja klopt wel. Mm -hmm. uh, een jaren tachtig film die ik teruggezien heb en echt heel erg leuk vind waar een echte, echte ensemblecast is, maar hij is wel ook belangrijk, dat is de Big Chill. Big Chill. Mm -hmm. Op nummer 17. Uh, ja, uh, uh, Kevin. Ik vind ook heel goed. Maar dat is, als ik aan de Big Chill denk, denk ik niet in de eerste plaats van William Hurt. Dan denk ik om Tom Berenger. Dat is ja. de eerste die in mijn kop springt. Ja, ja. Hmm. Ja, dat is ook wel... Maar Kevin Klein ook wel. Het is wel, het is echt wel een ensemble kaas. Ja. Uh, Kevin Koster zat er normaal ook in, maar is er volledig uitgeknipt. Is de, de vriend die zelfmoord pleegt. Uh, ah, ja, ja, dus het verhaal van de Big Chill is, ik heb hem onlangs gezien, uh, 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 een aantal vrienden komt terug bij elkaar omdat een van hun vrienden zelf wordt gepleegd. Ja, en dat is dus Kevin Coster. Ah, en dat wist ik niet. Ja, en dus die is eigenlijk in zijn eerste twee films uitgeknipt. <laughs> is, nee. Ja. En Lawrence Kasdan, vond dat is zo erg dat hij hem dan nog heeft in Silverado. En, ah, ja. en dat is eigenlijk zo'n zo ontdekkingsrol. Zo'n Ja, Ja. ja. Dat is wel een leuke film is ook Silverado. Dat is mijn favoriete ja. western. Is dat graag. uw favoriete ja. western? Ja. Ik, ik vond dat wel een hele goeie. En ik zeg ja. dat wel heel graag. Ja, dat is ja. ook super lang geleden dat ik dat gezien heb. En Daarom waarom is dat is ook dat in. Waarom? Super... Om, ja. Omdat dat ja, dat was voor mij ook denk ik de eerste western die ik in de cinema heb gezien. Ah ja. Want dat was de revival, want westerns mm -hmm. werden niet meer gemokt. En was 85 kwam die nooit. uit. Ja. Ik Was 11 jaar. Ja. En, ja, al die acteurs die erin zaten, waren gewoon KGO: Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin mm -hmm. Koster, Danny Glover, John Cleese, Brian Dennehy, Jeff Goldblum. Ja. Allee, noem het maar op, hè. Dat is een cast Dat is een mega cast, ja. Ja, Rosanna ja. Arquette, Linda Hunt. Ja. ja. Ik zie hier juist dat, uh, dus die Laurens uh, Kes... Kes, dan. Lawrence ja, Kes dan, dan. die ja. de Big Chill gemaakt heeft, die heeft inderdaad de laatste Silverado gemaakt. Maar die heeft dus. De uh, nee, Empire uh, geschreven, hè? Empire Strikes je? Back. Empire Strikes, Empire Strikes Back, Back ja. heeft hij geschreven. Every Third of the Jedi. Ja, uh, Raiders, of the Lost Stark. Lord Stark. Mm -hmm. En heeft uh, drie keer met William Hurt samenwerkt. Uh, Daar komen we nog op. Uh, Body Heat en Accidental, uh, Accidental Tourist heeft hij ook uh, ja. geschreven. Mm -hmm. En uh, dat er zijn twee Wyatt Earp films uitgebracht hetzelfde ja. jaar. Wyatt. Tombstone en Wyatt Je hebt met Kevin Costner en Gene Hackman hebben gemaakt. Ja, dat is Wyatt Urp. Tombstone is bij Kurt Russell. Ja. En Val Kilmer. En Val Kilmer. You're lazy if you do. Ja, inderdaad. I'm your hak Dat is wel een fantastische film. Welke van de twee is beter? Wyatt Earp of Tombstone? Dat zijn twee verschillende toe. Wyatt Earp is ill Klassiek biografisch en Tombstone is puur fun entertainment. Ja. Ik vond Tombstone echt fantastisch. Maar, ja, ja. Ja, voilà. Er is ook zo'n een, een momentje dat, de, wie is dat Billy Zane erin komt. dat is zo'n acteur. Ja. Hè? En je stapt zo uit, uit de koets en dan is de, de, uh, de slechterik in de film. Je hebt zo, Powers Booth. Le, Powers Booth en je zo. Prettiest man I ever saw. <laughs> <Zo van> die, <laughs> En dan heb hmm. je vooral ook een hele grave Michael Bean die dat zo ja. getoorde Johnny Ringo is. Die ja, heel ja, Ringo, ja, ja. hele gunfighter, die dat zo heel... Ja, op de al die cast, he, ook niet in toestelt. Ja, toekomst, die so. dat ook keihard dingen had, weet hem. Uh, die, die hebben zo'n geweldig duel met een pistool. Dat is zo, uh, dat dan Michael Bean, Johnny Ringo. Die doet ze allemaal van die supercoole trucjes met zijn pistool. En dan doet dingen. Doc Holiday, eh, Val Kilmer. Daarna is zo'n kopje, zo'n zo metalen kopje. Dan doet hij die zo na. Maar dat is ook zo heel funny. Ja, zo. dat is echt. Dat maakt hem echt belachelijk Dat is nog ja, top. Top, top film. Fantastisch. Ook, wie zit er nog allemaal in dingen? Sam Elliott zit erin. Uh, Sam Elliott. En uh, weet je hem? Allee, uh, Game Over, man. Allee, weet hem nou weer? Uh, Big, uh, Bill Paxton. Bill Paxton. Ja. Bill Paxton zit erin. Trouwens, uh, Sam Elliott uh, 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 heeft gezegd dat uh, Power of the Dog een flood western is. Dat <laughs> geen campion geen westers kan maken. Dat, dat, uh, dat mensen uit Australië weet niks van westen. Ik hou zo hard van Sam Elliott. En, want die, zat bij Mark, die heeft dat verteld bij Mark Barron. <laughs> ik, is, moest wel, ik moest wel lekker, die, die is natuurlijk redelijk oud. Hè? Ja, ja. Dat, ja. Dat, laten we daar wel mee wezen. Hè? Dus, dus je moet soms ook iemand zijn leeftijd vergeven. Want hè, in deze politiek correcte tijden is 100%. dat op werk. Maar ik vond het wel funny dat je zegt. What do you mean he's a cowboy? He just walked around half-naked in chaps all the time. No cowboy wears chaps all the time. En ja, natuurlijk, als de uber-cowboy het zegt, dan is er wel zo weet, goh, misschien ja. moeten we toch maar lusteren door wat, wat Sam Elliott hier te vertellen ja. had. Sam Elliott heeft een ander idee van cowboys dan Jake. Ik denk het wel. Wie had Ik dat bedacht? dat Hoe we het Maar ja, mijn dingen, dat is bij Mark Merritt. Maar het is wel een hele leuke aflevering. En, en, en uh, ja ja die praat echt de hele tijd zo hè maar dat is echt een hele leuke die zijn wel ja, ja niet ieder van deze tijd maar wel maar wel cool maar wel wel cool cool as hell, hell. cool ja. as hell Zou wel, zijn. wel. Los Angeles <laughs> dat ook de beste manier van in dingen in de de, de <laughs> Biglebowski ah, in Roadhouse ook <laughs> van je ja 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 of dat ja dat is dat is vooral deze dat je zo aankomt <laughs> door die motto, zo die die kickstand neerzet zijn achteruit, kijken en dan zo De double douche God damn. Vooral de, de beste, die zit hier neer op zijn knie overtrapt, dan vooroverbuigt en zegt: God damn, that hurts, done it, son. <laughs> Fantastische gast. Oh, uh, Ja. Goed, ja. terug naar William Hurt. Uh, Sorry. Nee, we wijken wat af. We dan we af. Wacht. Zo, zo werkt dat hier. Uh. Op de 16e plaats zijn we bij uh, uh, Accidental Tourist. En dat ja. heb ik nooit gezien. Ik ook niet. Ik heb ah. wel. Ik heb dat gezien lang geleden wel. Uh, dat is, um, William Hurt is getrouwd met Kathleen Turner, want die hebben wel een paar dingen samen gedaan. Just. En um, die is een huwelijk is een beetje um, die, die schrijft zo travel books, dat is zo'n schrijver. En die zijn is een huwelijk is een beetje bekoeld nadat zijn zo zoon overleden is. Dus die zit een beetje in een depressie zo in zijn huwelijk. En dan ontmoet hem Gina Davis. En dat is zo'n beetje een hele rare vrolijke spring in het veld die hem eigenlijk terug zo de zin van het leven doet inzien. Zo. Ah, ja. dus dan. Het is ook een beetje een driehoeksverhouding, want hij is eigenlijk uiteen aan het gaan met zijn vrouw, maar doordat hij vrolijker wordt van Gina Davis, begint zijn vrouw hem ook terug leuker te vinden. Ah, ja, ja. Dus hij okay. wordt dat zo'n soort... Uh, ik weet nog dat ik dat, dat ik dat gezien heb, gewoon puur omdat hij... Dat was zo'n trailer die zo altijd voorbij kwam op elke video dat ik huurde. Zo. En uiteindelijk heb ik die dan ook maar gezien, omdat ja. ik dacht, ja, nu wil ik die wel gezien hebben. En ik weet dat ik dat toen best een leuke film vond, zo, zonder echt, meer wel. Zo echt maar... een speelfilm, zo. Ja, zo, dat is echt. echt een film. Een speelfilm. Ja, een speelfilm. Ja. Inderdaad, zo iets dat je niet huurt omdat er actie in zat, of iets nee. spectaculair, maar dat is gewoon een... een, een... Ja. Beetje vergelijkbaar met, weet je, die in de film nou weer? Met Nick Nolte en Barbara Streisand. Je, je weet wat ik bedoel, zo die... The Prince of Tides. The Prince of Tides. Ah, van, ja, die, ja. van die verhalen over een man dat een tragisch ding moet overkomen en daar dan een coole vrouw ontmoet die dat hem ja. erdoor helpt. Ja. So, regarding zo... Henry. Yeah. To... Ja, dat is allemaal ja, 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 zo'n ja, beetje ja, dat, soort, dat soort films is ja. dat. Er zit zo'n soort tragiek in en er was... Ja, yeah. Als we het toch over William Hurt hebben, iemand die dat altijd wel in zijn gezicht had zitten, vind ik. Ja. ja. Toen iemand die heel hard een soort... Tegelijkertijd had hij altijd een soort gravitas of zo. Je kon altijd geloven dat hij je wel baas was over iets, of dat hij iets kon. Maar, maar die had ook zo'n soort tristesse. Tra, ja, tragiek. Ja, ja. Klopt ja. wel. En dat heeft hij wel heel goed in die ik film. Ik heb Gina ja. Davis ook wel echt heel graag. Ja, ja, wat happened, happened? whatever happened to Gina. Ja, ik heb het juist ja, ja. Hier op zitten zoeken. Hij uh, heeft een hoop uh, TV-dingen gedaan. Dus Grey's Anatomy, uh, Glow, uh, een Exorcist-TV-reeks. Uh, ja, uh, ja, dat is jammer, want die was heel cool. Hè. Ja, is die, die was heel cool. cool. Die was met Jeff Goldblum ook, mm -hmm. Ja. Uh, tijdens The Fly. Ja, en dan is hij ja. met Rennie Harland ook nog geweest. Is Weet je wat het ding is Island. That, uh, Cutthroat yeah. Island en Long Kiss Goodnight. ...dat die een beetje uh, uh, allebei en wat geflopt zijn. Even, ja. Terwijl, ja, terwijl die Cutthroat cut Island... Night and Cutthroat Island zijn alle allebei goede, ja, films. Een ondergewaardeerde film, ja, Een supergoeie film, zal het weer. Rennie Harlin. Matthew uh, Modine, he. is dat niet? Cutthroat cut Island? Matthew Modine, ja. Matthew ja, Modine, ja. ja. Ja, echt ook een keilek, omdat dat allemaal nog met sets gedaan is. Ja. Dat is zo, ja. zo pre-CGI, dus elke... keer pre-Pirates, doordat ja. de piratenfilm elke keer flopte, hè. Ja, elke keer. Ja. Pirates van ja. Polanski is geflopt. Cutthroat Island is geflopt. Ja. The Pirate Movie is geflopt. Ja, <laughs> ja. ja en die Loki is, is ook zo'n typische uh, uh, vrouw, is uh, Jason Bourne. Vrouw is eigenlijk Jason Bourne, weet je wel? Ja, ja. Maar. maar, maar nu zijn er een miljoen van dat soort films, wat toen ook niet hè. dat is nee, toch ook nee, wel een nee, beetje nee, even die eerste Samuel uh, Jackson ook mega cool. ja, dat is zo nee. in, in, in het Killzok mm. van dingen hè van uh, um, met Bridget Fonda hè die remake Nikita. van La Femme Nikita. 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 Ja. Ja. Mm -hmm. ja, klopt. Het is een beetje dat uh, dat genre. ik vond haar eigenlijk beter dan die remake van La Femme Nikita. Zo. Ik vond dat leuk hè, ik vond dat ook tof, Ik was ook een Bridget Fonda van vroeger. Ja. Heel hard, maar um, ik had wel zoiets. Ja, die Long Kiss Goodnight was echt een hele leuke film. Ik heb dat nog in de cinema gezien. zelfs. Ja. Ja. Ik vond dat echt een kei, Ik vond dat kei goed. Ja. Vind ik ook. Er oh, doet hier ook zo'n heel cool ding met een shotglas. Just. Dat weet ik nog. Dan heeft hij zo'n shotglas Just. vast en die rolt dat over haar kaak. Die drinkt ervan en dan laat hij dat zo vallen. Zo. dat is zo ja, ja, ja. een hele coole move dat Dat is zo een seconde ding en daar heeft hij waarschijnlijk drie maanden op moeten oefenen. Ja, dat goed want, want je moet hem echt ja. uit uw wand laten vallen en hem opvangen, want anders is hem kapot. Hè. Maar ja. zij doet dat zo supercool. Ze zet dat shotglas tegen haar kaak. Ze rolt, drinkt ervan en laat dat dan vallen. Ja, ja, ja. Dat is iets te cool. Die doet dat zo mee, een soort. Ach, I do this every day. Zo. En dat is <laughs> ja, natuurlijk ja. wel echt heel tof. in ja. Het begin van de film is het een soort huismoedertje. Dus dat ja. is heel. En dan, dan, dan stijf je op een gegeven moment. Een... Een... Ja. Is dat niet dat hij zo groet dat snij is? Dat hij ja. helemaal losgaat? En dan is dat hij zo Bruce Lee is met een mes. Alleen dat ja. je like zo door het van. Oh, oké. Okay. Jij ja. Ja, kunt daar wel iets van. Ja. Allright. Uh, op de vijftiende plaats staat Robin Hood. De Och. film van Ridley Scott uh, met Gladiator als Robin Hood. Ja. Uh, 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 Russell Crowe Crow is Robin Hood. Kate Blanchett is uh, Marion. Het is eigenlijk de, een soort origin story van Robin Hood. Ik vond dat destijds niet goed. Ik heb dat nu teruggezien en dat is eigenlijk gewoon wel echt leuk. Ja, dat is niet slecht. hè? Ja. Mm. Dus, ja dan, soms vergis ik mij. Dan denk ik denk van, nou ja, Ridley Scott. Het is een Ridley Scott-film. Net als Gladiator ja. natuurlijk. Ja, uh, en dan blijkt dat achteraf toch dat Whitney Scott eigenlijk niks verkeerd gaat doen. Um, uh, nee, leuke, en, dat een, dat een, een leuke anekdote hard. van die film is dat uh, William Hurston bekend uh, hij is zich heel hard te verdiepen in zijn rollen. Maar mm -hmm. hij stelde dat ook een beetje van zijn tegenspelers. Uh, en Russell Crowe had dat opgevangen. En uh, had dus ja uh, veel over de periode en over uh, de figuren in die periode echt op het opzoeken geweest. En dat had ook allemaal uitgeprint. En uh, William Hurt moet op de set gekomen zijn en uh, moest zo gevraagd hebben dan is de eerste dag van... What do you know about your character? En Russell Crowe pakte zo'n wat geprinte bundel. Wel, dit. En ja, van toen af kon Russell Crowe voor William Hurt niks meer verkeerd doen. Ja. <laughs> nou, er is ook nog een verhaal over. Dat heeft een Erik van Looy verteld. Dat bleek dat uh, Russell Crowe op een bepaald moment, want hij is natuurlijk een star, uh, was er een heel battle scene voorzien. En stond er 600 man klaar voor de battle scene. die met twee uur mogen wachten, omdat Russell Crowe. <laughs> In zijn trailer naar hockey en zien. Ah, ja 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 ja. En ja, wou ja, 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 dat, ja, dat, is dat is zien voordat ja. gedaan was. Dus hij zei: hij nee, komt niet buiten voordat de wedstrijd gedaan. Maar we hebben die wedstrijd afkijken. Dus dat was ook zo'n moment dat je denkt: ja, de Russell, hij is ook niet altijd cool, zo. Wel een heel graven vindt, maar het is altijd jammer dat je zo'n verhaal hebt over zo'n helden hoort, hè? Ja. Dat ik altijd ja. denk, eigenlijk, dat jij vertelde er straks, vind, van je mocht niet in zijn ogen zien en zo. Ja. Denk ik altijd, ah, oh, zo moet hij nu. Ja. Zo, ik, ik hoor altijd liever een verhaal, gelijk zo Keanu Reeves, dat klaarblijkelijk de dat is nicest man op de De ja. sympathiekste, sympathiekste man ter wereld. al die store-coole dingen doen. Ja. Hey, en bij de laatste John Wick bijvoorbeeld, heeft je zo'n mega dure, dure horloge gekocht voor heel het stuntteam. Oh, Want oh. Het is dat van, ja, gasten, you make me look good, dus je me bovenop uw loon wel eens een extra krijgen. Zalig, maar dan eh. hebben we het echt over een horloge van, ik weet, ik weet niet wat, zo'n 3000 euro of zo per stuk. Maar ja. dan hebben we hebben allemaal zo'n mega, mega oh, horloge gehad. Ja, vind ik dat, dat, Je hoort alleen maar zo van die verhalen. Van ja, ja, ja. En dat vind ik wel altijd leuker dan weer zo... Weer zo'n eisval. Smaak, uh, meer ja. En zo, ja, dat vind ik altijd spijtig, ja. ja. Oh. Op nummer 14. dus Robin oh, Hood... William Hurt in Robin Hood? Ja, dat... Uh, dat is die speelde een beetje de, de voice of reason van King John. Oh, ja. dus, uh, en die valt dan ook uit de bij King John, omdat King John zoiets heeft van ja, nee... En ik ga wie is daar met King doe. John in, in die film? Ja, dat is het gave, dat wist ik dus ook niet meer. Dat is fucking uh, 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 Moonlight. Uh, uh, Oscar, Oscar Isaac. Oscar Isaac? Isaac. Isaac is... Ja? ja. Dan, moet, dan moet ik nog eens dringend terugzien oh dan. ja. Dat, dat is, is dus een van de gelegen. eerste dingen van Oscar... Of ja, toch die mij zijn opgevallen. Mm. Uh, ze zoveel bij 2010. Yeah. En Oscar Isaac is print, Prince John. Ja, en daarna ja, ja, later ook King John. Mm -hmm. Ah, ik herinner me maar niet, als niet het keer dat ik gezegd was in Drive. Maar dat is... Mm. wordt hij je, is... je nooit? King John, Prins John. Want ja, 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 want, name... ja, ja, want King Arthur is dood en hij wordt dan King. He? Nee, King Richard. King Richard, a... Richard Lyon. Arthur. Arthur is nee, Die sterft later nog iets terug in een, in een kruistocht of zoiets. Zo nee, 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 die is... sterft aan het begin van de film eigenlijk, uh, Richard. Oh, niet in, yeah. uh, nie, in die met Sean Connery. Allee, Sean nee, daar misschien niet in. Ja, ja, nee, geen, maar, nee, in... Ja, het verhaal, het zijn toch de twee verhalen zo, Robin Hood en Ivanhoe, die zich zo in dezelfde periode afspelen en die zijn alle twee de twee dapperen die zich verzetten tegen Prince John, hè, terwijl ja. dat Richard weg is, maar die komt toch het ook altijd is, terug ja. op ten, Je hebt toch zo dat ja. moment dat hij terugkomt. Ja, ja. ja in, deze goed, film, niet, in deze film is uh, King Richard. Oh, nou, is. Speelers, we weten we na iets speelt. We hebben we altijd dezelfde films gezien. <laughs> ja, maar Robin Hood is hier echt is het? nee is. Nee, nee. Nee. <laughs> uh, King Richard wordt gespeeld door Danny Houston uh, in deze film. En dat vind ik oh, ook die ik was er heel goed in. Ja, ja. Oh ja. die, uh, dat is de zoon van uh, John uh, Houston. Hè? Dus, uh, ja, ja. En Mark uh, Strong speelt Godfrey. Die speelt, uh... Mark Strong, Wat een grave vintage Mark Strong. <laughs> We moeten onze Mark Strong podcast God, nog eens doen. Godverdomme jongen, wat een grave vintage Mark Strong. Ja, maar dat is wel echt. En ook hierin, hier, die is, dat is echt de, smeer, de grootste smeerlap. Het zijn al, een hoop smeerlappen bij elkaar. Maar uh, het is de grootste smeerlap. En wat, die uh, hult ook met de Fransen. Ah, het, ja. uh, het is eigenlijk de Britten tegen de Fransen... Hmm. Dus uh, hey, uh, in augustus wordt Mark Strong uh, 60 jaar. Ah nee, volgend wow. jaar pas. Nee, hij wordt er de Hij is van 63. Nee. Oh ja. We moeten nog een ja. jaar en half wachten, jongens. Oh, en dan gaan we die doen, hè? dan, dan, dan doen, doen we, we Mark Strong en 60. We podcast. doen Mark Strong. Ja, dan doen we, ja, dan ah, dan ja, doen Max we die. Sido is speelt de vader van uh, Kate Blanchett van Made Marian. Dus, uh, okay. dus ja, het is wel een sterke cast en het okay. is veel beter dan wat ik dacht. Er, er zitten ook doen, echt hoor. wel ja. stukken Gladiator. Ik bedoel, het is, is de Britse Gladiator een beetje. No. Het is een origin story. Het is echt wel... Is, ik, ik noemde het op Letterbosk... Uh, 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 Robin Hood uh, Begins. Uh, Robin Gladiator Hood Begins. Ja. 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 Oké, okay, even kijken of ik juist zit. Ja, nee. Op 14, uh, de een, van, eerste van onze films... en dat is namelijk een die door Sven in de, in de top 20 is gestemd... namelijk Eyewitness. Hmm. Heb ik nooit gezien, dus Sven, vertel. Eyewitness uh, is een van de eerste films van uh, William Hurt, als ik me niet vergis. Um, ik denk dat hij nog voor Body Heat zat. Ah ja. Um, is met Christopher Plummer, met Sigourney Weaver en met onze <laughs> James Woods. <laughs> <laughs> ah, oh, <laughs> dat moet ik ook zien. <laughs> ja, nee, dat gaat eigenlijk over, want er twee titels dat je film heeft. Ik hoef dat het een Amerikaanse titel um, The Janitor is. En dat de Europese titel Eyewitness is. Ik heb oh, ja. die nooit gezien op de BBC. En ik heb die in de lockdown gekocht op Blu-ray, omdat ik dacht, dat is altijd zo'n film die maar bijgebleven is. En dat is een beetje een... Uh, dat hebben we precies veel gedaan ja, in de... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> een beetje een de, de paranoia-thriller. Uh, oh, over een gast die een... Uh, een witness is van een murder. Een janitor. Uh, in een gebouw. Um, en Sigourney Weaver speelt een... Uh, Up-and-coming, rising uh, TV-star, uh, uh, journalisten, maar zo met een tv-show, die draagt Rango achter die, die moorden. In, in, het zijn moorden, sorry, moorden in het mm, appartement. Seriemoorden daar eigenlijk. Ja, en uh, door twists and turns uh, uh, komt het dus te weten wie en hoe en wat. Maar het is wel het is een, een goede tv-film, eigenlijk. Mm. Maar het is, het is wel een cinemafilm geweest. Uh, maar het is leuk om ze allemaal samen ja, te zien. Ja, William Hurt, Gordy Weaver en Christopher Plubber, dan ja. wil je dat toch gewoon zien. Ja. ja. En James Wood. Mm. Ik ga me nu uh, kopen. <laughs> Ik heb het wel best... altijd cool om podcasts met u. Dat is ook maar een excuus voor om van alles op Amazon te bestellen. Hey, Epsy Depsy. <laughs> <laughs> Zonder twijfel. Alright, gaaf. Eyewitness. Ik had er nog nooit van gehoord. Op de dertiende plaats uh, uh, ook een heel klein bijrolletje in uh, Syriana. Ja. Um, daar kan ik kan ook niet dat hij er nu inzet, zat. Daar was ik ook vergeten. Uh, dat is toch wel graag dat je zo dikwijls vergeet dat hij die films zit. Ja, dat is de podcast van zien... de vergeten man van de bijrol in de film. Ja, We ja. hebben al veel keer in deze podcast gezegd. En waar speelt hij dan in? Ja, waar, waar is die zijn rol dan? Ja, want dat is zo bij mij: George Clooney en, en, en uh, 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 Matt Damon. Hmm. Serie nee? Ik heb dat uh, nooit gezien. Uh, George Clooney, Matt Damon en Jeffrey Wright. Uh, 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 oh, dat is ook zo'n goede acteur ja. Jeffrey Wright die zink ik ook altijd graag in alles. Ja. een yeah. yeah. politiechar. dat heb ik die niet leren kennen denk ik in die film. was dat, die, dat niet ja, Jeffrey, Jeffrey Wright? Wright is ja. Bas Basquiat hè. dat is ja, ik, die... het nu in de nieuwe Batman film is some, uh, Gordon de... hè, eh, Lieutenant Gordon. 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 Yeah. Yeah. Felix Leiter in Batman en yeah. eh, in, uh, yeah. Yeah. in uh, James Bond sorry. Ja, dat is, dat is een hele, hele grave acteur. En die doet ook zo'n goede rol in die, die eerste remake van Shaft. Ah, ja. Ja. Dat hij die een die drugdealer speelt. Dat is zo'n een, een goede rol dat hij daar speelt. Oké, okay, op de IMDb-ding uh, van Syriana staat William Hurt ongeveer. Daar zit Mark Strong ook in, blijkbaar. Godverdomme wat een grave vindt is Mark Strong. <laughs> maar die staat echt helemaal onderaan. Dus het, ik denk ja. dat het echt niet zo'n grote rol is. Camille ja, misschien. Uh, um, maar uh, Chris Cooper, uh, uh, A Politically Charged sure. Epic about the state of the oil industry in the hands of those personally involved in and affected by it. Dus, uh, ja, ik heb die is... gezien zo'n avond van de Oscar-uitreiking toen, omdat hij ja. nogal wat genomineerd was. Uh, ik denk zelfs dat Clooney ervoor gewonnen heeft, Beste barrel uh, mm. voor Sydiana. Hij uh, heeft één Oscar. Is je goed eigenlijk? Ja. Vind ik ja. heb dat nog altijd niet gezien. Ja, een ja, goede film. Ja, ja. ja heeft oh, een Oscar, uh, George Clooney heeft er een Oscar voor gekregen, inderdaad. Mm. Uh, op de, dus dat is Siriana. Op de twaalfde plaats is een beetje van spelen, maar we moeten, er to, we moeten hem erin steken. Omdat het gewoon heel gaaf is. June. Ah, ja, ja, tuurlijk. De, de TV-reactie. TV dat je Leto van... Atreides speelt. Ja, ja. ja is, klopt. Uh, uh, dat is niet Children of Dune, hè? Nee, 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 Het is de nee, eerste, hè? Dat is de eerste, want hij speelt eigenlijk de rol dat Oscar Isaac speelt in... in ja. de, en waar Jurgen Prognoff speelt in die van, uh, van Lynch. Lynch, Lynch, Lynch ja. ja, voilà. Dus dat uh, speelt de, de vader van Paul, eigenlijk. Uh, uh, ja. ik, heb dat, ik heb dat destijds... Nu is natuurlijk... Ja, de, de, de huidige Dune is de Dune, maar met deze film heeft er wel voor gezorgd dat je het verhaal snapt. Dus, uh, dus uh, hm. toch uh, power ja. to uh, the William Hurt Dune. Uh, ik, vond dat, ja, ik vond dat destijds. Uh, best... Above the title, zich op de kaart. Mm -hmm. Ja, hij was de, hij, was de, hij was de belangrijkste ster. Want die, die acteur die. Uh... Paul die speelt. Paul speelt. Ja. Ja, maar ik ben zijn naam kwijt, maar die, die deed dat ook een, wel goed, niet. Hoor. Die deed, ja. En de, eigenlijk was die reeks best oké. Okay. En die tweede ja. reeks was eigenlijk nog beter, vond ik. Children ja, of Maar dat is wel een was andere met... Paul. Ja, nee, dat is James McAvoy ook. In ja, achterrol voilà. voilà. oh, Dus niet. die, die speelt eigenlijk de zoon van, uh, van Paul Hij is eigenlijk Newman. Ja. De uh, Moa Deep. Eh? Ja. En dat ja. was het uh, James Becker voor je, dus dat is niet dezelfde ja. pol. Ja. Voilà. Dus da, June, ja, toch even June vermelden. Gaaf. Uh -huh. uh, dat was... Ja, dat twaalf. was eigenlijk best, best oké, okay, omdat dat harder aansluit bij de film van Denis Villeneuve, omdat je meer het verhaal krijgt, ja. maar dat gewoon een enorm laag budget en dat ja. zag je soms. Dat was, die studio dat was, was niet het groter ding. dan bij zijn palet. Ze, uh, ze kregen het niet helemaal goed, hoe dat het eruit zag, maar ja, uh, Dune dus, was, het, is van het is redelijk lelijk gemaakt. We willen best een zwaanborst ja, ja. ja. <laughs> Een zwamborst met tandjes, zo. Zo, met iemand met een stok zo. met zo'n met zo'n kruisknijden snijden en die hier zo, zo. <laughs> ja, dat is echt... en af en toe wiebelde die drie er mee. <laughs> dat is wel mannen die bewegen nogal roos. Ja. Dat was verhurmers en dat. Dat is toch altijd goed. Dat is wel we een goed idee, Sven. Voor zo'n soort low budget Dune te maken. Ja, zo Sweden. Ja. <laughs> ja. Zo sweeting, hè? Zoals in die Be Kind Rewind. Hè. Dat is zo ja, al die. Ja. Oh, dat is ook zo goed, hè, dat, dat hij krijg, zo ja. al die films gewoon namaken, maar ze mega crappy. Dat is echt wel goed. Over ja. Kevin Costner gesproken. Daar hadden we het niet over, maar toch. Op de ook Robin de plaats, Hood gewist. Ah, sorry. Mr. Brooks. Ja, dat was goed. Dus mm. uh, film was Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, die daar heel goed in speelt. Uh, de comedian Dane Cook. Mm. En uh, William Hurt. Dat, een, een onderschatte film. Dus ik ben blij dat hij uh, zo ja. hoog uh, terecht is gekomen. Uh, ik vond, dat destijds, ik, ik vond dat destijds echt heel goed is eh uh, Costner als een bad guy ja of e niet ja wat ja, nee toch? ik denk dat Hurt de bad guy is is Hurt niet het okay. het de split personality van van Costner ah ja Goh, ik weet dat niet meer ik heb ja, dat dus eigenlijk Costner ziet alleen William Hurt maar niemand ah, ja. anders ziet William Hurt en dus in de not ook je in de achteruitkijkspiegel altijd uh, uh, William Hurt achter Kevin Costner zitten Just. die hem ah, ja. alles inluistert. Ja. 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 En ik denk, Koek is een beetje fan of zo, so, hè, nee? is die niet? Is hij niet fan van de moordenaar of zo? So? Ja, ja, Het is een, een beetje een zieke, zieke, zieke verhaal, hoor. Ja. een Merkham Psycho, echt heel Ik wil dat wel eens zien. A well-respected ja. businessman is sometimes controlled by his murder- and mayhem-loving alter ego. Ja. Ja. Dus inderdaad, ik denk dat William Hurt een uh, alter ego is. Kevin Koster is, uh, is uh, het hoofdperspectief. En volgens mij is uh, uh, Davy Moore uh, is de, uh, mm -hmm. de uh, uh, detective, de, de politieagent. Of de ik, ik Koek... ze vroeger noemde: Do Me More. <laughs> <laughs> ja, vind je dat een mooie vrouw? mij. Hij was in een tijd wel. Ja, dat was zeker. Ik heb op was... mijn kamer een poster van Striptease zeg je. Ja? Dat was ook niet slecht dat hij erin het zag. Nee, nee, het andere nee, ding nee, dat nee. ik me daar altijd in herinner is: een helemaal in ingeolieden Burt Reynolds in Cowboy Botten. Die je ja. dat zo. Ja. <laughs> dat hij wandelde zo. Een in ingeolieden Burt Reynolds die je ook veel te bruin zag. Ja. Met zoveel te blinkende witte tanden. En die ja, en eigenlijk wit... wel heel funny was. Ja, ja, dat is juist. Wat ja. een goede acteur was Burt Reynolds trouwens. Ja nou. echt ik ook zo geren in ons. Oh, uh, Cannibal Run, outtakes. Mm. Dat ja. zijn ja. dingen waar ik het is, allerhardst zijn, in mijn leven mee gelachen heb. Hij en Dom DeLouise is dat zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Man, uh, dus daar moet ik zo hard op lachen. Die hebben echt zo'n mm. fun die hadden, Ja, Die, die hebben dat zoveel lol dat er vanuit straalt. Ja. Maar sowieso de Cannibal Run. Wat een grappige film is dat? Ja, ja. ja. ik vind dat ook. Ja. Dat, is echt, dat kan ik elke dag opnieuw bekijken. Wat ik ook leuk leuke vond was de gumball Race. Dat ja. vond ik ook wel ja. toffe. Ja. Dat was ook een beetje zoiets. Ja. Maar de Cannonball Run was wel, was wel, ja. Steve Martin ook. Uh, um, ja. uh, weet David Jr. Uh, Sammy several... David Jr. Ja. zat daar. Uh, fantastisch, ja. fantastisch. Ja. Ik... Uh, Roger Moore zit erin. Wat ja. ja. so, ik nog aan het zoeken ben, de, de, Great Race. Ah, ja. zou ik. Van nog eens Blake Edwards. Zien. Ja, met, ja. Jack Lemmon. Dat is zo eigenlijk dik. De... Dat is zo Dick Dastardly eigenlijk, hè? Dat is ja, ja, ja. Zo wacky, wacky racist, maar dan als een echte film. Ja. ja, dat is ook zoiets. Ik, uh, 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 ik vind dat we ook nog eens een keer een Blake Edwards podcast moeten doen. ik vind dat toch ook wel, echt, echt, wel heel bijzonder. William Hurt daarentegen op de tiende plaats. Volledig met onrechte en mede omdat ik hem erin heb uh, gestemd. Omdat ik, ja, ik heb het ervoor en ik weet dat dat niet mag. Maar toch is het zo. Lost in Space. Ik heb hem op uh, DVD en op Blu-ray. Uh, William Hurt speelt... Ja, het is... Uh, ze zijn Lost in Space. Waarom maak ik dat niet? Want dat is toch nog dat een leuke film? Dat is eigenlijk niet zo goed. Hmm. Dat als je, je, ikkaan, is zo slecht, ikkaan, zo. De, het, En Het is een ding. film in twee delen en het tweede deel gaat een beetje los. Carrie ga Oldman is fantastisch. Carrie is fantastisch. Dat ja, ja, is uh, Smith. Hmm. Uh, <mans Arkhamdoo> uh, het ziet er ook echt goed uit. Uh, uh, Joey van Friends is ook gaaf. Uh, 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 ik vind uh, de vrouwen... Alle acteurs zijn goed, maar het verhaal ontspoort een beetje. Uh, het, is het, ook een, het is ook zo'n groot CGI-festival, zeker, voor ja. in ja. end, dat was die tijd. Die niet wel per se idee. overeind blijft. Nee. Maar... maar ja. ja, dat is zo de Swiss Family Robinson, maar dan... In ja. Space. In Space, De ruimte. In space, ja. Heet ja. Robinson, hè? Ja, die ja, 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 heette ja, Robinson. Ja. 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 En uh, Danger Will Robinson. Danger hè, Will Robinson, ja. Danger. Ja, ja. Want dat, dat is de... natuurlijk een tv reeks van de jaren zestig, denk ik. Ja, en nu maar is nu de... is er op Netflix ook weer... Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb nee, ja, laatste gezien. reeks niet meer, maar die, die eerste ook reeks gezien. vond wel. Mm. Want uh, Parker Posey speelt daar uh, uh, Smith en die doet dat wel heel goed. Mm. Die vind die wel, uh, dat ze... Uh, dat is natuurlijk, daar hebben ze de gender omgedraaid, maar ik vond wel, uh, wel de moeite. Ja. ja, Lost in Space. Ja, ik ben wel een sukker voor dat soort foute sci-fi en uh, ja, dus het staat op nummer 10 omdat mm -hmm. ik hem op de uh, mede doorbij op de vijfde plaats gezet uh, heb. Dus ik heb dat... nog getwijfeld van die erin te zitten. Dat is fucking. Ah ja, oh, oh, ja, Dat, right. dat heeft niet veel geschollen eigenlijk. Ik vond dat best leuk. Ik heb ja. me er wel goed mee geamuseerd. Soms moet het ook niet meer zin dan nee, gewoon leuke en, en ik hè? moet ook eerlijk zeggen, <laughs> ja. ik heb het al een paar keer teruggezien. En tegen het einde uh, zit er ook een soort tijdreisdingetje in en dan gaat het zo wat mis. Mm -hmm. Maar, ja, dan ben ik. En, en uh, uh, op een gegeven moment is. Uh, uh, Gary Oldman ook een halve uh, uh, CGI-spin of zo, en dat is een beetje ja. raar allemaal, maar ja. het is wel een grote spin ook, maar, uh, maar goed. Uh, op de negende plaats, uh, voilà, de, de, de grote Oscar-film, Kiss of the Spider-Woman. Mm -hmm. uh, 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 heb ik uh, besteld op Blu-ray, maar nog niet uh, kunnen bekijken. Ik wil er wel terug. Dat terugzien. er bij mij net niet in is een top vijf. Uh. Bij Alex staat hij op nummer drie. Ja. Ja, dus ik, Alex ik, weet, ik, weet, ik, ik, ik weet dat ik dat, dat, ik dat toen... Dat was wel zo'n film. Ik heb dat in een tijd gezien. dus ook weer al heel lang geleden. Heel veel van die dingen zijn vaags. Hè. Je hebt zo ineens door van... Ik weet nog dat William Hurt toen hè, genomineerd was voor een Oscar. Dat hem ook gewonnen heeft dan. Ja. Wat ja. hem zo'n soort... Uh, ja, dat zijn twee gasten die in een gevangenis zitten. Dat zijn Raoul Julia. En dat zijn zo wat twee revolutionairen. Alleen de ene is Hij een is revolutionair. Window, een window ja, en de andere is eigenlijk uh, gay, maar een beetje trans avant la lettre ja. eigenlijk ja. ook wel. Um, en die zitten samen in, 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 de, in de gevangenis. En, en de, dat wordt zo'n beetje. Gewisseld met verhalen dat de ene vertelt over die Spider-Woman en zo'n soort mystery-verhaal. En tegelijkertijd is dat dan ook zo'n studie van die twee gasten die elkaar leren appreciëren door samen in de gevangenis te zitten. Ja. zo twee heel tegengestelde figuren. Raoul Julia is zo heel macho en heel, heel hevig. En de en andere is... ja een, een, Die speelt echt een hele, een hele speciale rol. En wat wel heel cool was van William Hurt, heb ik pas later gelezen... Zo. Dat je zei van, en dat is eigenlijk ook weer zo, hè, net, net zoals dat we met, met Malie Matlin hadden, van iemand doof, dat echt iemand doof speelt, zei hij ook: Ja, ik wou die niet spelen als gay, want dat is niet wie dat die is. Dat is een vrouw in een mannenlichaam. Ja, ja, ja. En zo speelde hij die ook. Ja. Die is ook zo heel teder en heel, die zijn bewegingen zijn, dat is een heel gemaniëreerde performance. Maar ik was daar wel enorm van onder de indruk als ja. jong manneke. Omdat ik zo. Dat, dat was toen echt iets dat je nog niet vaak zag of ja. zo. Ja. Dus, dus daarom heeft je film wel. Je wel, ziet er ook mooi uit, vind ik. Die heeft ook heel ja. mooie beelden. Ja. Zeker als die, die Spider-Woman, dat Sonia Braga, denk ik. Die daar ook ja. geen, geen enkel woord uh, Engels sprak in die een tijd. Dus die heeft echt alles fonetisch. Uh, Ingesproken, hè, wat je zo van nog andere acteurs, gelijk Antonio Banderas, die een ja, acteur ja, ja. heel goed Engels kon, maar in het begin van zijn carrière ook helemaal niet, omdat dat echt zo. En Sonja Braga is ook altijd een mooie vrouw geweest, natuurlijk. Dus ja, dat is, ja, is zo'n soort rare dromerige film, maar, maar wel, Ja, ik, dat heeft wel een indruk nagelaten op mij. Ik weet ja. nog wel dat dat iets was dat mijn toen heel jonge geest uh, wel van onder. Allee, dat ik wel dacht, wauw. Zo, zoiets heb ik nog niet gezien. Het is ook heel mooi hoe dat die twee gasten naar elkaar toe groeien. Zo. Ja. Dus uh, ja, ik vond dat wel een goede film. Destijds. Ja, ik heb is dat wel sindsdien het wel niet meer gezien. Nee. Dus ik zou niet weten hoe dat ik het nu vind, maar ik weet wel dat ik het toen echt goed vond. Ja, film uit ja. 1985 van een zekere Hector Babenko, ja. Waar ik nog nooit van gehoord had. En vooral Argentijnse films gemaakt heeft, denk ik. Hmm. Uh, maar nog wel, uh, nog in 2015 nog een film gemaakt heeft. Uh, Ironweed heeft hij ook gemaakt. Oh, fantastisch, oh, wow. met Jack Nicholson en Middle Street. Ja. 87, denk ik. Ja, 87. Ja. Dus die heeft een paar uh, toch wel... Uh, ook zo, Ironweed was dat ook niet een soort uh, Oscarfilm? Ja, ja, mm -hmm. absoluut. Daar hebben ze allebei ook een nominatie voor gekregen. Ja. Over de depressie in de jaren 30. En twee uh, mensen die daarin ja. uverzeilen en dakloos worden. En elkaar vinden eigenlijk... Uh... Uh, hoe, hoe, hoe vond jij Kiss of the Spider Woman eigenlijk? Well, uh... Ik heb dat ook gezien toen in een tijd. Mm -hmm. Ik heb dat ook nooit meer teruggezien, maar ik vond nee. dat ook heel. heel ja. Ik heb ook een musical ervan gezien. Want er uh, bestond ondertussen ook een musical van. Alleen ondertussen. Ik heb uh, Kiss of the Spiderwoman, de musical gezien, denk midden jaren negentig in, in Londen. Mm -hmm. en oh, ja. een jaar, of drie jaar geleden is die hier ook uh, uh, opgevoerd geweest. Uh, ah, ja. ja. Okay, en dat, dat is een verhaal. Die liggen zich ongelooflijk voor een musical. Dat is mm. echt. Want dus, ja, die, die spider -Woman, die, die, ja dat is, dat is dan een soort. Ik geloof dat hij in de film ook een actrice is of een, of een ja. personage uit een film. Ja. Mm. En dus elke keer dat hij dan komt hè, in die cel en als ze hem erover beginnen te vertellen, ja, dan, dan wordt dat echt een musical-nummer en dat, is echt, dat past. Ja, ja. 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 Dat is, dat wat, is. hun een escapisme eigenlijk hè, in die ja. cellen. Ja. Ja, en dat is, dat is ook de reden waarom dat die naar elkaar toe groeien. Ook, omdat hij die verhalen eigenlijk ook heel cool ja. vindt. Hij ja. ook ook weet van... Oh shit, ik wil wel weten wat erna gebeurt. Dus, dat dus... Het is een heel bijzondere film. Want je kan eigenlijk niks ermee vergelijken of zo. Nee. Dat is wel iets heel... Heel uniek of zo. Dus daarom ja. vond ik wel... alleen ik weet ook dat dat wel zo een van de eerste films is waar dat als jong manneke, William Hurt, met keihard in is opgevallen. Dat ja, ja, is ja, dat, een hele... ja, ik heb dat toen ook gezien en ik, dat had ik ook. Dat wel had een speciale ook. rol speelt. Hè? Dat, dat, dat zie je gewoon en zeker in die tijd zag je dat echt heel weinig. Dus dat mm -hmm. was wel... Ik, ik vond dat wel heel cool, hè? ja. Ja, nee, ja, voilà. Kids of a Spider-Woman. terecht een Oscar. Terecht een, tericht een Oscar, uh, Op de achtste plaats uh, ook weer een bijrol in de History of Violence. Hmm. Mm -hmm. Veel goede film, kaar goede film. Weer ja. uh, uh, ja. film. Wie heeft iemand van jullie die erin gezet? Nee, nee. Mm -hmm. maar, maar ook wel bij jullie uh, positief, hè, denk ik. Ja, ja absoluut. De schrijver nee, van History of Violence is trouwens de man die met Joe Dante de podcast doet uh, van Trailers from Hell, van uh, The Movies That Made Me, ah, ja. uh, Josh Olsen. Mm. Uh, en uh, ja, Scenario is natuurlijk wel een hele straffe film, weet ik uh, Met die personages die. Op het stripverhaal? Ja, dat is gebaseerd dinget. op een comic novel. Graphic novel. Ja, en een hele atypische ja. David Kronenberg. Ja, mm -hmm. en Ed Harris is er ook fantastisch ja. in. Ja ja, ja en en die, morten, en die gevecht zijn, zijn ook onwaarschijnlijk Ja, ja. ja Heel bruut. Zo... in een ja. badhuis ja. of zo. Hè, die... ja, nee, dat is, ding. Nee, dat dat is Eastern, uh, promises. Eastern Promises. Ah, die elkaar ja. elkaar. Ja, ja die, zitten wat dichter, die zitten wat dicht op één. Dus de dat kaporka. is ook wel inderdaad. Maar je hebt zo'n uh, zo History of Violence, is eigenlijk zo'n een, een, een brave gast in een winkel. Waar iedereen van denkt, dat ze, en die doe ineens iets heel heldhaftigs. Maar dan komen er mensen achter hem natuurlijk. Maar dan blijkt dat hij ook zo'n verleden heeft. Dat, uh, <laughs> dat hij helemaal anders is dan dat je denkt. Dat hij ja, ja, ja. Stil je stil stil. ja, ja, ja. Een beetje nobody ook. Ja, ja. Dat is een beetje ja. dat, ja. ja. Dat is ook een beetje dat verhaal van zo'n extreme killer. Die dat zo'n normaal leven wilt. Maar dan komt hij zijn een verleden in achtervolgen En dan wordt dat natuurlijk een, een, een probleem. Dat is wel een keihard goede film. Ja, ja. ja, ja ik, kan, ik weet nog dat ik daar. Want ja, die Cronenberg dat is toch wel ook een kerel, hoor. Dat is toch, uh, mm. want dat is zo, de Cronenberg zonder body horror, maar wel topfilm maken, hè? Ja. Cronenberg ja. 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 vond ik altijd of zo. Ja, ik ook. Ik heb onlangs nog ja. zo'n heel mooie Arrow-versie van Crash gekocht, wat ik ook zo uh, Die uh, uh, hoes is getekend ja. door diezelfde gast als de, uh, de Joker, uh, uh, de Joker Bowie die bij ons hangt. Oh ja, juist. Dus, ja, maar ja, die gasten... Die heeft is, is nou heel, heel veel arrows uh, getekend. Ja. En er hangt bij ons de joker een, een, uh, een Bowie joker. Mm -hmm. En die gast, uh, wie is namelijk nu even natuurlijk weer niet op kan komen, is weer typisch. Mm -hmm. En die ga ik nu opzoeken om de credit te geven. Maar ik ben nou niet de grootste fan van Crash, maar die heeft ook video draw heeft hij volgens mij ook het hoesje voor getekend. Mm -hmm. uh, wacht, ik ga het hier even opzoeken... En Gilles Franks. Mm -hmm. Gilles Franks, shout out. Mm -hmm. uh, uh, ja. Die is nu bezig om uh, offscreen festival mee te organiseren. Ah, okay. uh, voilà. ja, die Grote, ook. De cool. rekeningen, mijn meer. Ja, een hele, ja, een hele, hele, hele grafende rekening. Ja, ja, absoluut. Top kerel. Um, ja. Op de zevende plaats, en die staan bij Alex en bij Sven allebei op de vijfde plaats. En ik heb ze een ja. beetje samen gevoegd. Cool. Uh, ...is mm. Marvel General Ross. En mm. uh, voor uh, Sven is dat dan... ...de Incredible Hulk... ...waar hij voor de eerste keer... Uh, ...General Ross uh, in is. Dus het mm. is... Uh, ...Incredible Hulk... ...Civil War... ...Avengers Endgame... ...en Avengers Infinity War. In die films speelt... Uh, ...William Hurt... ...General mm. Ross. En Black Widow. Yeah. Yeah. Ah ja, yeah. die heb ik zelf niet bij. Ja, Black Widow. weet je of ik die bezit. Hij uh? yeah. heeft in vijf... ...in vijf Marvel films... Ja. Uh, yeah. uh... yeah. yeah. Ja, dus uh, Sven heeft uh, Incredible Hulk erin gezet. Ja, en Alex, vind... uh, General Ross in Marvel. Ik heb hem gewoon wat verdeeld over verschillende ja. films. Ja. Trouwens, een weet... rol die en ook weer door Sam Elliott werd gespeeld. In, uh, in de Engelse versie. In de Engelse ja. versie, uh, General Thunderbolt ja. Ross. Ja, ja. Mm -hmm. ja dat is een hele andere, vond... andere rol. Ik ja. vond in mm. Incredible Hulk, trouwens, ik vind dat uh, nog altijd een van de beste Marvel-films. Die wordt niet opgenomen echt in het kanon. Want in de, als je op Disney Plus gaat zien. Zit je dus, er niet bij? Hè? Zit er niet bij. Dat is heel raar. Daar snap <laughs> ik ook niet hoe ik dat, dat ook... komt. Eigenlijk. Ja, omdat de... daar uh, Tim Roth is. Of, uh... Omdat dat de juiste hulk is. Omdat dat Edward Norton is. Omdat hij Edward hulik... Norton is, <laughs> he, ja. <laughs> ja, ik heb een zwak voor, uh, voor Edward Norton. En ik vind dat gewoon een ongelooflijk straffe film. De Incredible Hulk. Dat is helemaal niet slecht. Dat is goed. En William Hurt speelt daar. Een, een, een heel goed karakter in, omdat je daar eerst is dat een bad guy, maar naar tendert toe verandert hij je. Ja. En, en begint je sympathie te krijgen. En dat, vind ik, ja, dat vond ik heel tof. Ja, het ja, ding is, uh, Sam Elliott speelt dezelfde rol, maar veel meer als een, 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 een Norse badass. Wat dat hem ook een beetje in de comics in het begin was. Hè. Terwijl dat je bij William Hurt merkt dat dat ook. Ja, een beetje de modernere versie is. Want hij wordt ook later meer een he, secretary of state ja. of zo. Want ja. je, begint, ja. je stopt ook met, met, met puur alleen die generaal te zijn. Klopt. Je merkt dat dat iemand is. Dat, en hij speelt je ook op een veel vaderlijkere manier naar Betty Ross toe. Ja. Alleen op een andere manier. Mm -hmm. Zodat je ook voelt, van er zit ook iets zachtaardiger in die van hem. Ja. Terwijl die van, uh, die van Sam Elliott is meer van een, een, een badass. Zo, zo, een, een lichtere, ja, die gaat een beetje die, terug naar de echte oude stijl Nog uh, oude, oude stijl, inderdaad, ja. dat is heel recht recht aan Terwijl je merkt bij William Hurt dat hem dat veel meer nuance geeft. En wel, maar zo. omdat dat karakter van William Hurt nog terugkomt in andere Marvel-films, vind ik dat zo raar dat je niet mee hmm. in, in die tijdlijn zit. Ja. Allee, in de tijdlijn zitten hem wel, maar op Disney Plus kunt hem niet zien. Ik, ik snap niet waarom dat dat is eigenlijk. Ik heb helemaal... Ja, omdat zij, omdat, zij, uh, 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 omdat zij niet zoals uh, uh, K3 zoekt: K3 doen. Ze denken, nee, ja, voor iedereen is. is uh, ja, dan uh, uh, moeten Iron dan? Man en Iron Man. Ja, ja, want dan, dan kreeg de Don Cheadle in de plaats ja, van... Eh, dat waar, de ja, dat wel, de ja, dat is wel, waar. ja, dat, dat, dat is geen hoofdpersonage, dat is geen Avenger. Nee, het is dat. Nu maar, wel dan, misschien, maar inderdaad, ja. Er dus zijn toch ja, ja. wel een aantal, een aantal rollen wel geswitcht in, in ja. de Marvel-universe. Niet van zo raad, heel vaak, hè. Als ja, als je van der bijvoorbeeld. Van der the Dashing. Ian van de Warriors 3 is ook in de eerste film iemand anders dan in de tweede. Ja. In The Dark World is er een andere acteur dan in de eerste. Ja. Dus, nou, oké, okay, maar goed, we, de hebben, we hebben inderdaad sinds. War Machine, fucking ja. uh, Hulk en, en dan die. Mm -hmm. uh, dus dat valt eigenlijk allemaal nogal heel goed mee. Hè? Uh, ja. Als je ziet hoeveel films en hoeveel, hoeveel jaar dat om, om, omvat, dat ja. ja, is toch redelijk straf hoor. Ja. De, wat is, het is het goed wat daarom vind ik het ook raar dat die er niet gewoon in staat. Nee, ja, klopt. Oh, dat is nog altijd wel het begin. Oh, dat is dat echt personage. geen slechte film. Ik ben ook van een absoluut kijk, een fan van, uh, van ja, de cool. Incredible Hulk. Want het grappige is dat ze nu ook die Abomination hebben teruggehaald. En dat is de, de Vijand in die in Incredible Hulk. Hè. Dat, ja. is, dat is de, hè, de grote tegenstander van, van de hulk. Maar eigenlijk. niet door Tim Rothland waarschijnlijk nu meer ja, ja dat toch wel, wel. Ja, maar, ah ja. Ja? ja Tim Roth doet dat dus, ja. dus, en die gaat er ook terug inkomen in in She Hulk gaat hij erin komen in, in, die... Die ook, in ah, de Ah ja inderdaad in in, ja. God of, uh, in... chi uh -huh. zit hij ja, ja, in. ja uncredited maar hij zit er wel in maar in, ja. in de nieuwe hulk gaat hij er ook zitten, in zitten uh, in Rock of Thunder of zoiets of wat weet die, de nieuwe hulk van de nieuwe Thor uh, Love and Thunder daar nee er is toch een nieuwe hulk ook die nee She Hulk reeks She Hulk ja de She-Hulk-reeks en daar gaat hij in zitten. Dat is, ik ben wel fan, is... She-Hulk. Ja. Ik vind she een heel leuk personage. Mm -hmm. dus, uh, uh, dat zijn de uh, advocaten. Ik, mm -hmm. ik, ik heb wel heel veel zin in die, uh, in die reeks. Ik vind dat gaaf. Een Goosey uh, Moon nighter trouwens. Ja, ja ongelooflijk. Is dat volgende week zeker? Dat dat ja, by the zei? way, trouwens, en ik vergeet het te zeggen, maar ik ben deze weekend op de UFC geweest. Hè? Oscar Isaac zat in de zaal. Nee. Ja, er was ineens ah. een beeld van, he, van sterren die er zitten, en ineens komt hij zo bam en Oscar Isaac met zo'n klaksje zo op de eerste rij. Dus wij zo, ah, die zit hier. <laughs> zo. Dat is wel gaaf. Die is ook zo, dan dan, dan, dan ook een André zoek voor de ene keer in zijn leven dat hij zo even grote ogen trok en zei: Lito Atreides zit hier in de zaal. <laughs> <laughs> zeg, Moon Knight zit in de zaal, Andries. <laughs> ja, uh, Poe po Dameron. Ja, yeah, yeah. Poe Dameron zit in de zaal. Dat nee, komt, kan altijd zijn. Die heeft al veel grave veel dingen woed. gedaan. Ja, Ex Machina, wat een grave film is dat ja. trouwens. Ja, ja, ja. Amélie, A Most Violent Year. Zeer goed, mm. zeer goed. Mm. Dat heb ik niet gezien. Dat is heel goed. Ga je goed vinden. Uh, Jessica, Jessica Sestain, Sestain en, ja. en uh, Poe Dameron uh, op de zesde plaats een van de beste films met William Hurt aller tijden, mijn nummer twee en, mijn uh, nummer twee? nee, mijn nummer twee ah okay. uh, de, de rest moet nog komen, denk ik die van jullie jongens uh, okay. uh, echt letterlijk even de ik heb hem uh, zondag teruggezien en ik was weer ontroerd en mee en uh, smoke. Oh, de ah. Harvey Keitel Kjagliefen. William film. Hurt ja. uh, uh, een fantastische film William uh, Hurt speelt daar de, de schrijver de verpersoonlijking van wat een schrijver is ja. mm -hmm. met zijn slitsen en met zijn emts los ja. uh, het ja. geschreven door Paul Astor en hij speelt ook wel een beetje Paul Astor denk ja. ik ja. Mm -hmm. uh, dus William, uh, uh, Harvey Keitel heeft een uh, sigarettenwinkel uh, in 1990 kon dat nog uh, Augie, uh, ja. Auggie, Auggie met zijn sigarettenwinkel. Ja, ja. En, ja. Uh, en uh, William Hurt is een schrijver die daar uh, uh, zijn sigaretten komt kopen. Hoi, en die vullen. krijgen een, uh, een vriendschap en er, en er gebeuren allerlei dingen. Want in het begin denk je: oh uh oh, dit wordt veel te veel een theaterstuk. Want speelt zich altijd heel veel af in die. En dan daarna gaan ze ook wel naar buiten en is het toch echt ook goed, uh, goed gemaakt. Wordt niet hier een beetje een road movie omdat ze op zoek zijn naar iets? Hoe zit dat nee, daarbij? want ze zijn eigenlijk redelijk snel te plaatsen. Nee, dus. Uh, uh, William Hurt neemt een zwart uh, gasje onder zijn hoede en die is op zoek naar zijn echte vader. Ja. En die echte vader wordt gespeeld door Forrest Whitaker. Oh, ja. En dan ook uh, over een volg, hè? Blue in the Face. Een ja, scheve ja. volg. Blue in the Face is. Um, Je hebt toch zelf William niet in? Nee, maar Harvey Keitel mm -hmm. wel, hè? Nee, wat nou, ja. ze hebben gedaan is, uh, ze, ze hadden die waarschijnlijk, ik, ik weet dat is uit mijn hoofd, dus ik weet niet zeker of het juist wat ik nu zegt, maar ik denk dat het juist is. Ze hadden nog draaidagen over. Ja, dat is Dat wat ik ook gehoord heb. Dat en ze uh, hebben gewoon nog wat scènes gedraaid daar. Ja. En dat is Blue in the Face geworden. Oh, okay. En, heel veel en ja, heel veel... want er zit ook heel veel geïmproviseerd. Ja, want Lou Reed zit daarin en zo. Michael, en fox Madonna. Er zit ook zo'n ja. ja. zo geweldige scène in. Ik weet niet meer wie dat is. Dat zegt: I love it how Nazis smoke cigarettes in the movies. Ja, dat hij ja. zegt, die hebben hun, hun sigaret altijd zo tussen. hun vingers. Zo. Ja. Zo, en dat je zegt, wat wat je you're doing, Hagi. We If you have ways to make good talk. En dan wordt hij zo van die sigaretten. Ik wie we dat speelt. Maar dat is supergoed. Dingen komt er ook in Stockard Channing. Ja. Die zit en in dat Smoke heb ik al heel ja. lang niet meer gezien dat die in Smoke Ja, de, de, de... ja speelt de, uh, uh, de vrouw waar uh, Harvey Ketel ooit iets mee gedaan heeft. Hij heeft ook een ooglapje voor naar ja, hem ja. te rijden. En ja. ze gaan hun, hun, hun dochter zoeken. Of dat dan ook effectief hun dochter is, weten we. Hè? Dus dat is ook... Ja, ja dat, is uh, dat is fantastisch. Uh... Een je film is dat. Ik heb dat in de cartoon gezien destijds. Alleen allebei ook Blue in the Face. Maar ja. Snook was echt heel, heel, heel leuk toen, ja. Als toch een... zit ook in Blue in the Face. Maar... Uh, ja. Of die? Ah, nee, wacht, ik zeg het verkeerd. Nee. Maar, uh, ja... Uh, wacht, ik zeg Ja, Forrest Whitaker is de vader. In indie filmpje hè? Ja, echt een... Ja. Zo'n ja, klein... En... Een klein... Een beetje arthouse filmpje, mm -hmm. maar wel met een paar heavyweights erin. Waardoor dat, dat toch wat meer... Hè, want er was ook zo, door de, de tijd met Harvey Keitel, dat die ook even heel cool was. Hè, ja. Zo met, ja, ja. No, no en, reservoir en, dogs, en, eh. en Reservoir Dogs en Bad Lieutenant. En ja. dus die films, dan was die even... En dingen zoals uh, Pulp Fiction, Dog ja. Ik heb dat destijds oh, in 1995 ja. ook gezien. En, ja. en uh, niet lang, uh, dan, heel lang niet meer. En dan gisteren nog eens. En wat ik natuurlijk en daarom sprak mij dat ook aan, wat ik zo gaaf vind, uh, zijn twee elementen is uh, het feit dat uh, Harvey Cartel maakt elke ochtend om acht uur dezelfde foto. Dus Die mm. maakt een foto van zijn sigarettenwinkel uh, en op een gegeven moment gaan ze, gaan ze uh, laat hij die foto's zien aan William Hurt. Er zijn fotoalbums vol, met altijd dezelfde foto om acht uur s ochtends. En William Hurt zegt ja, ik vind het wel gaaf, maar ik denk niet dat ik het snap. Want het is elke keer hetzelfde. En Lander zegt: Ja, het is elke keer hetzelfde. Het is elke keer anders. Het is een andere, een andere, een andere foto van dezelfde plek. En ja, ja dat heeft mij echt geraakt of zo. Ik vond ja. dat zo'n zo goed idee. Dat jij als fotograaf. Lustig, ja, dat is, fotografie. En toen studeerde ja. ik natuurlijk de fotografie. En op een gegeven moment, en dat is dat ook het mooie van de film. Want uh, 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 William Hertz uh, speelt er een. Uh, Schrijver, die, wiens vrouw juist is overleden. En die vrouw staat dan ook op een van die foto's. Oh ja. Dus dan, hè, dan komt dat er ook weer samen. Maar gewoon zo, zo duizenden foto's. Elke, en daar, hij zegt: daarom kan ik ook niet op vakantie, want ik moet elke dag die foto trekken. <laughs> en ja, ja, ik hou heel erg van die, dat idee. En, en, en dan zitten mm -hmm. ze echt met tweeën. En dan zie je ook die foto's zo, voelt in, in beeld zo. Ja, dan, en dan aan het einde van de film. Uh, komt er een verhaal, wat uh, uh, Harvey Kretel tegen William Hurt vertelt, over hoe hij aan dat, fotostel is aan dat fotostel is geraakt. En dat verhaal vertelt hij dan. En in de aftiteling zien we dat ook gebeuren in Zwart-Wit. Mm -hmm. Ja, ja ik, echt heel gaaf. Ja. ja, ik was blij dat ik dat. Weet je, dan zeg je van, oké, okay, William Hurt is dood, gaan we films terugkijken. En ik was echt oprecht heel blij dat ik dat teruggezien heb. Mm. Dat heeft mij teruggeraakt. Ik heb, hem, ik heb hem op laserdisc, dus ik zal hem ook bestellen. Ja. Ik, ik, ik kon hem bestellen, Fokken. Ik kon hem doen. Ik kon, ik kon gewoon zeggen: ah, yes. Claire, dat gaan we bestellen dan. Yes. Het is al lang geleden dat ik dat nog gezien heb. En ik was zelfs al ontroerd van uw uitleg. Dus ik het dan niet vragen. <laughs> dat is goed. Ja. Uh, uh, op de vijfde plaats: zes was Smoke. Vijf is uh, een film die uh, bij Sven op nummer één staat. Oh, tot die op vijf? Nou, nummer vijf. Okay. vijf. Het is wat het is, jongens. <laughs> uh, broadcast news. Ja. Uh, Albert Brooks, Holly Hunter en William Heart. Zeer is niet, goede film. Het is niet alleen mijn favoriete William Hurt film, maar dat is, die zit in mijn uh, top 20 van uh, favoriete films aller tijden. Ik vind dat. De mooiste love story zonder dat het een love story is. Ja. Want uh, het gaat eigenlijk een driehoeksrelatie. en driehoeks. verhouding dus yeah. um, uh, Eigenlijk zijn ze allemaal verliefd op elkaar. Om, om allerlei redenen. Ja. Albert Brooks is verliefd op William Hurt. Omdat hem de look zei die Albert Brooks wilde hebben, ja. maar, maar niet heeft. Albert Brooks is verliefd op Holly Hunter omdat dat de vraag van zijn dromen is. En Holly Hunter is verleefd op William Hurt, maar ook op Albert Brooks. Ja, prachtige film. Prachtige ja. film. Die je elke keer als ik die zie, zeer hard ontroert. Uh, ik vind het een zeer herkenbaar. En een ongelooflijke cameo van Jack Nicholson. Ja, ja, ja. <laughs> dat, ja. Echt... ja. dat was ik vergeten. Dat was nou. ik vergeten, ja. Ik heb hem ook gisteren teruggezien. Hij stond trouwens bij mij op de vierde plaats. Uh, uh, ik, heb al... dat niet, ik heb dat niet gezien dus ik moet daar nog eens ik denk ik, dat denk ik nooit gezien Broadcasting. dus het is eigenlijk het is een driehoeksverhouding inderdaad in, in de setting van uh, uh, een nieuwsroom uh, van CNN ja. zeg maar ja. uh, 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 zij is producer uh, hij is redactielid eigenlijk ook iemand die uh, dingen gaat. Albert Brooks Albert Brooks is uh, ja, ja. Uh, redactielid die ook uh, uh, dingen gaat, gaat draaien. Die van de, de grote gaat. zou willen. Uh, uh, anchorman, zijn. anchorman zijn. Mm -hmm. En William Hurt. Is pretty en dat boy. is een straf. Is een beetje een domme. Een, een domme blondje. Het domme, domme blondje als, als man. Maar wel met de looks van een Anchorman. En, en, en Holly de... Hunter is een beetje pissig op zichzelf. dat ze verliefd is op die gast. die eigenlijk dom is, maar zo knap is. Ja. Mm -hmm. En dat, dat werkt als een trein. En ja. het allergaafste voorbij. De steen ik, met het oortje. Ja. Dat ja. is fantastisch. Dan zie je dus echt zo Albert Brooks, die in eigenlijk thuis de, de nieuws uitzending, er is een live coverage van iets dat gebeurd ja. is. Uh, uh, William Hurt moet, moet als in ineens inspringen. En Holly Hunter zit eigenlijk uh, in zijn oortje van alles te zeggen. Maar ondertussen belt Albert Brooks ook naar Met Holly informatie. Hunter. Ja. Dan, dat moet hem zeggen Dat moet hem zeggen. En dan <laughs> zegt zij dat, en hij verwoordt het dan in zijn eigen woorden. Ja. En, en, en dat... dat dat is echt een soort synergie tussen die mensen. En dat is heel goed gedaan. Maar waar het natuurlijk ook over gaat... Nee, wacht. Het eerste wat ik wou vertellen is... Het grappige is dat ik daar ook aan moest denken. Ik heb ooit... Uh, was dat nu? Well, was dat nu? Niet de Maas maar de andere ding waar Jens in zo'n uh, zo panel zat. dat uh, niet Nee, ja maar zo'n andere ding ook. Dat die uh, die dat waren Ving in zo. N... Ah, Got Talent. Belgium. Ja, ja talent. Got Talent, ja. Is ja. dat uh, Jens, die, die was even de uh, juryleden. En ik sms'te dan een grap of iets. Dat is een paar keer gebeurd. En ik dacht van, oh nu kan hij dit zeggen. En dan sms'te ik dat naar de einddirecteur. En die zei dat in uh, Jens' oor. En dan, tien uh, seconden later, zei Jens dat dan. Dus ik had dat, dat is letterlijk. Op een gegeven moment waren er. Hè, want dat is altijd uh, jonge mensen die aan het dansen zijn en weet van wat. En er was zo'n groep jonge kinderen die, die moesten dansen doen. Dat is zo met die Gattel en En die hadden allemaal een petje op. En ik had gestuurd: Jens wil zo'n petje. Ik denk, dat, mm -hmm. dat geeft leuke tv. Als die mm -hmm. zegt: Oh, ik wil zo'n petje. En effectief. Dus ik stuur dat. En tien seconden later zegt. ah... Ik zou graag zo'n petje willen. En dan mag zo'n meisje zo'n petje komen brengen. En dan is een heel scène. En ik had dat ik had daar bedacht. Ik had dat geregisseerd. Ik had dat geregisseerd. From afar. Ja. Dus ik was <laughs> Albert Brooks eigenlijk. Albert, <laughs> Albert Brooks, ja. ja. Dus, dus ik moest er ook echt aan denken. Alle goede vooral. Dat cool. is wel cool, dat wist bun. ik niet. Dat heb ik nooit niet verteld. Dat, nee, wel... ja, dus uh, dat, dat was mijn uh, broadcast-nieuwsverhaal. Nu, wat er ook gaaf is aan die film. Ja, ik ben dat ook dat al heel, dat was heel mijn leven verliefd geweest op Holly Hunter. Hè. Dus snap dat was... ik. Ik Mooie vrouw ook. Nog altijd. Ze ja. een heel, ja. heel klapper vrouw. Dat, dat komt allemaal samen. Dat is zo ja. Schoon zo. Iedereen uh, valt, valt ergens wel op een plek dat je denkt: ah oh ja, daar hebben we ja. het er straks al over gehad. En ineens ja, ja. komt hij terug. Uh, maar uh, wat er ook straf is aan Broadcast News dat is natuurlijk een film van. Uh, ja, 87. Wat uh? 87. 87. Dat gaat over. Uh, waar gaan we naartoe met het nieuws? Dat is ook een deel van het verhaal. Over het feit dat William Hurt eigenlijk niet zo slim is, maar, maar wel goede kijkcijfers heeft. En, en, en zelfs een beetje manipuleert en, en in beeld huilt, terwijl, die, terwijl dat helemaal niet... Dus iemand ja. vertelt een, een beetje een triestig verhaal en dan zie je de shot van hem die aan het huilen is, maar er was maar één camera. Dus die heeft dan het tegenshot later gedraaid. Dus dat is gewoon fake. En dan ja. daar, daar werden ze kwaad op. En als je dat realiseert, dat in 87 dat een scène is waar je qua, Het is nu één groot fake verhaal, het nieuws. Ja. Dat is één ja. groot entertainment-ding. Ja. En dat is een aanklacht daar naartoe. Ja, dat was dat het begin eigenlijk. Mega gedateerd. Ja. Of ja, dat is een cool maar dat is mega gedateerd. Mm. Ja, maar het nieuws moet wel nieuws blijven. Terwijl dat is weg. Dat bestaat mm. niet meer. Ja. En ja. die film uh, klaagt dat een beetje aan. Ja, beetje gelijk in Wike the Dog ook. Okay. Ja, ja. 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 Hele cool is, uh, ja. Komt daar wel dat je uh, Smoke in uh, newsroom moet broadcast gaan Broadcast news. broadcast, nou, news. broadcast ja. news moet gaan Dat bestellen. trouwens ook een hele leuke rol van John Cusack. Ook. Oh, uh, die is, die van die van is ook altijd ja, goed. Ja. Die is zo so funny. Ja, die, die vind is... ik altijd goed. Ja. Ja, 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 dat is juist. En op een gegeven moment worden ze allemaal ontslagen. En, en Jack Nicholson is de, vind, de oude... Newsreader. En die doet daar ook fantastisch. Ja. En, die, en op een gegeven moment mm. moeten er heel veel mm. mensen ontslagen worden. <laughs> en dan moet hij daar ook even bij zijn. Om ze zo aan hart te doen. er is een BV bij. Dus dat is minder erg als je ontslagen wordt. Mm. Is dat. Ja. <laughs> maar, nee ja. Ik vond dat echt ook heel leuk. Op Het leuke is ook dat James L. Brooks. Ook uh, uh, de regisseur van Terms of Endearment. Ja, een mm -hmm. paar jaar ervoor... alle Oscars heeft gewonnen. En uh, in Terms of Endearment. In de eerste scène. Dus de, de vader. Van Deborah Winger uh, is Albert Brooks in één scène eenmaal in het begin. Ah ja? Oh. Als, als, als babytje, hè. Dus, dus dan voelde ik ah, die James L. Brooks werkt ook graag met dezelfde mensen. Ja, ja, dat is cool. Ja, Jack ja, ja. Nicholson er dan er ook terug bij. En... Ja. Ja, wel cool. Ik ja. moet die wel zien. Ik kon dat ja, wel broadcast News vond ik echt... Ik vond hem iets te lang duren, maar nee. ik vind het wel... Uh, uh, nou, ik wel zie altijd alert. graag zo'n dingen. Like, ja. allee, dat is nu anders, maar, maar als het gaat over... Hey, wat is dat broadcast news de newsroom of die ene yeah. weet je? en weer al I'm tired and I'm not gonna take network. it network network yeah. ik zie dat altijd graag zo van. ja ja films over films films over tv ja, ja, ja. Ik zie dat graag. ja of over zo nieuws of journalisten ja. of onderzoeksjournalisten. zo hey, wat, eigenlijk, wat gelijk wat was dat nu die die oh ik man ik ben zo slecht geworden met titels de laatste <laughs> tijd die <laughs> ene film over dat pedofilie Ah, met Michael Keaton de DNA, ja DNA, ja point. is dat spotlight Spotlight, spotlight. Spotlight. Ook ja. Kijk goede Dat is kijk, Roosie. Ja. So, zie... All the Presidents' Man. Dat vreet ik tuurlijk, Tuurlijk, tuurlijk. Twitching channels. Bernstein. Ja. ja, ook goed. Cool. Ook goed. Ja, al die nieuws. Anchorman. Ja. De ja, ja. <laughs> legend of Ron Burgundy. Ah, daar zit trouwens ook. Steek Lacey San Diego. Op een, moment, <laughs> op een gegeven moment mag Albert Brooks mag dan toch even het nieuws presenteren. Oh, en die, en die En die zit ernaar. En die begint te zweten. Te zweten. Z Dat gaat helemaal mis. En ja. het, dan zeggen ze ook. Die is sweating more than Nixon, zegt hij. <laughs> <laughs> dat is echt gaaf. Are not a crook? <laughs> ja, uh, zalig. Op vier, één die ik besteld heb, maar die is nog niet binnengekomen. Die wil ik ook graag zien. Want dat is uh, ook uh, 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 Sabrina en uh, Isabel hadden die ook. Uh, en bij uh, Sven, nee, sorry, bij Alex staat hij op de vierde plaats. Body Heat. Ja. Mm. Yeah. Uh, uh, daar kan ik me weinig van herinneren. Vertel eens, uh, Alex. Goh, dus uh, wederom hetzelfde als bij Kiss of the spider Woman, destijds gezien en sindsdien niet meer. Het enige dat ik mij nog herinner is dat ze al ten eerste een van die films waar dat je doorheet dat iedereen zweet. Ja. Dat is zo'n film waar het heel warm is. Hè? Dat is een beetje gelijk. Uh, je hebt ook Angel Heart, hè? met, ja. met, met ja, ja. die Warwick dat zich zo afspeelt in New Orleans en iedereen is zweeterig en alles plakt. En, hè, het speelt zich ook af tijdens een hittegolf. Het is eigenlijk Kathleen Turner, die getrouwd is met een, een, een rijke machtige vent, gespeeld door Richard Crenna, dat trouwens Colonel Troutman is uit de Rambo-films. Ja, ja. En die wil eigenlijk van haar man vanaf, en die heeft een verhouding met William Hurt, wat het hoofdpersonage is, en zij wil dat die haar man vermoordt. Dus het is zo'n beetje zo'n soort film -achtig, ook achtig verhaal, maar dan speelt dat zich af tijdens een extreem uh, warme uh, zomer. En ja, dat is, er zit ook een beetje. Ja, het is, het is ook, allez, je hebt ook zo'n beetje het erotische thriller ja. gegeven, dat er ook wel heel hard in zit. Ik herinner mij vooral dat ik jong en zeer opgewonden was over Kathleen Turner, uh, dat ik dat uh, ook altijd wel een heel knappe vond, inderdaad. Sowieso. Nu minder, hey, de... maar nog altijd een heel grave actrice. Dat is heel top vijf, ja. he. hè. Fantastisch, als ik die... Zoals de, de vader van Ross dan. Ja, ja, ja. Maar, maar ook als... als oh, Chandler, uh, in, van Chandler. Van uh, Chandler. Maar ook in de Kaminsky-method was ja. die ja, fantastisch. Ja, ja. So, dat hij dat met Michael Douglas het nog eens overdoe. Hè? Nou, ja, nou, Romancing dus, the Stone en uh, Jewel of the Nile. En War ja, of the of Roses. Uh, ah dus, ja, War of the Roses. Oh, dus ja. het is, uh, Ja, ik, ik, ik heb het wel heel hard met Kathleen Turner. En dat was ook iemand dat ik... Uh, waar ik, ik wel graag een film van zag, als ze ook vrij schaars gekleed was in de tijd. William Hurt, hoe cool. Ziet er ook goed. Dat is eigenlijk een, een hele knappe vent, was dat eigenlijk. Als nou ja. Jonger was Met zijn snorken en zo, met zijn slicked back hair. En ja, het is een beetje dat, hè. Het is een, 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 een vrouw die eigenlijk een, een man dat er verliefd op is, manipuleert. Om het is alle, van 81 alle... en een beetje even de eerste van dat soort... Ja, sexy thrillers, hè? Ja, dat is een beetje een voorloper van ja. al de, de basic instincts en de fatal ja. attractions. En de en slivers, de... En wat is het er allemaal Ja, het is allemaal ja. een beetje dat. Maar het heeft ook, ze is ook een beetje een levende Jessica Rabbit, hè? Zo, zo degene die zo... De very sultry, sexy vrouw die dat zo wel een vent zo ver krijgt om iets te doen dat hij ja, ja, ja. niet wil doen. <laughs> Crimes of passion. Ja. Uh, ik zie, uh, ik kan me niet herinneren, maar ik zie dat Ted Danson en Mickey Rourke er ook in bezig Mickey Rourke heeft er, er een kleine rolletje in ook. Ja. Ja, ah, ja. ik was ook altijd een enorme Mickey Rourke fan. Dus overal, Sowieso. inzet moest ik dat wel gezien hebben. Dus er waren veel redenen voor. Dus, uh, het is eigenlijk een, heel, een, heel, een hele periode van 80s-films. die eigenlijk ook heel cool waren. dat zo dat soort films waren. Ja. Waar ook niemand. Hè, als je 80s denkt, dan denkt je direct aan al de grote. zo nostalgie blockbusters en zo maar gaat er ook zo, Gelijk, PS, inderdaad. gelijk dat, of gelijk Angel Heart, of gelijk zo van ja. die films, die worden een barfly. zo de die beetje, ja, ja, man, ja, ja, ja. Allemaal van die, van, die, van die keigoeie films, ook die dat ook echt zo, die dat ik ook heel graag zag. En ja. vooral ook, denk ik, bijna allemaal op filmnet gezien. Ja, ja, net. ja, ja. Dat is het ook mij... niet zo dat die films ja. mega entertainend zijn, en toch ook Oscars wonnen, en dat dat nu een beetje mis is of zo? Dat dat niet meer de entertainende films zijn die Oscars willen, maar, maar eerder de, belangri de belangrijke films of zo? De politiek correcte films. Ja. Ja, Diepgang mocht vroeger ook entertainment zijn. Ja. Dat is zo. Allee, ik zal niet zeggen dat dat niet meer is, want er zijn nog altijd wel films die dat, dat wel zijn. Maar je had gewoon een gevoel. Ja, ik weet het niet. Wat, wat, wat je wel heel hard voelt met de Oscars, zeker in de voorbije jaren, is dat er echt een kentering gekomen is met het soort. En dan, ga, dan heb ik het nog niet eens over politiek, correct. Maar gewoon over films waar mensen naar gaan kijken. man. Ja. Ik bedoel, vroeger hadden, hadden hadden wel de winnaar van de Oscar-winnaar, was meestal wel, ook wel een beetje een blockbuster. Of had ja. ook iets. Dat je ging zien op de, werelde, toch, hè, de nominaties. Dat was ook niet dat je zo werd verschoot. Dat je zo ging niet een ene film kende dat die in die lijst stond. Het is nu, ik heb het, ik weet, ik ook al gezegd. Maar het is nu echt een alleenschakeling van. Ken ik die? Boeit me die? Of waarom die niet? Ja. Dat, is, ja. dat is wat er nu bij de Oscar gaat. Ik bedoel, het feit dat Dallas Field nee. niet. Hoe her, die die <laughs> Ja, hoe die die Maar het feit dat Dallas Field niet genomineerd is voor, voor Beste Regie. Dat snap je dan niet? Hè? Voor een onverfilbaar boek. Dat kan, dat kan toch niet? Ze zullen het gewoon maken met een tweeën. Ja, dat zullen ze wel en doen. Zoals ja. Peter, like Peter, Peter Jackson. Ik denk dat dat inderdaad ook... Ik ja. denk dat ook dat 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 kost. Ja, All ah, We als gaan naar de top drie. Dat was wel cool. Want, trouwens, by the way, he, de, ze hebben aangekondigd dat ze, de, gast, de gast die dat Fade Routha was spelen, he, de rol dat, uh, dat dingesting had, is die gast die in die Elvis-film van baas Loerman de hoofdrol gaat ah, ja. spelen. Maar je hebt die een trailer al gezien? Ik vind dat Ik ga niet van Best Luhrmann. Oh, maar Tom Hanks speelt de ik heb wel, ik heb wel. Ja, ik wel, dat wel, ja. Ik heb wel. Oh, ja, ik zie nageren. En ik, nee, ik, ik denk de dat hij het meest over zierelijk. de toppen Elvis ja. film ever zijn. Ja, ja. Dus ik wil dat nu al meteen gaan kijken, eigenlijk. <laughs> We hebben ook wel een grote Elvis fan, hè? Ik ben een hele grote Elvis fan, ja. Ik was trouwens ook heel hard fan van uh, die, die... Dat was zo'n soort mini-reeks of zo, denk ik, van Elvis. en de, no de Tudors. Wat, ja, met die ja. Noofdrol speler van de Tudors. Hoe heet jij er weer? Uh, oh, my, ik een enorme. Drie namen zo. Drie namen. Jonathan rees Jonathan Myers. Reece Myers. Ah, ja. Ja, degene Juist. die dat ook uh, in nog een andere kleine indie underground favoriet van mij, Velvet Goldmine, ja. uh, leuk de Noftrol speelde. Zo'n soort uh, Bowie-Glamrock. Ja, en, uh, en deze, is, uh, de, dat vond ik een kaaggoed goede Elvis ook. Die speelde dat ongelooflijk Kurt Russell daar wel. een de ja, ja. Ja, de, 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 ja. Oek, ja, Kurt Russell het beste dan Kurt Russell is. Ik denk dat er bijna niemand die stem zo goed deed als Kurt ja, ja. Russell. Kurt Russell is echt. En die weet dat er na zo nog eens over gedaan. In mean, ten uh, times miles from Graceland Graceless. Graceless. Wilkie Finkosner die ja. dat dan denkt ja. dat hem de zoon van Elvis is. Ja. Kevin Costner, maar je hebt ook een moment dat, 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 dat dingen in de lift staan, want die zijn allemaal verkleed als Elvissen, maar zo Vegas-Elvisen. Ja, ja. Ja. En dan moeten die zo'n overval gaan doen, maar dan, dan zit Kurt Russell alleen in de lift. En dan, dan uh, ik weet niet meer welk nummer, ah ja, It was a night. Do, 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 who knows what I know, what it really was. Dat wordt in de achtergrond. En dan heeft hij dat er zo begint te dansen zo, en dan zo de, duwt hij de liftknop in en dan zegt hij. Thank you very much. Maar zo de manier, dat is wel dat is de beste klinkende Elvis ooit, Kurt. Alsof, dus, ik heb die ik trailer gezien ver... en die teken. nieuwe gast zit er wel ook dik tegen, hoor. Ik ja, bedoel, ja, die, die je lijkt Je ziet er... er echt heel goed en ik ja. vond... Nee, maar nou, ook van stem bedoel ik. Ja. ja. En ik vond die een trailer ook echt wel straf, ja. En, en kijk, Tom dat heils, ziet er voor mij zo te veel uh, musical uit. Ja, ik heb Jongens, we gaan uit. naar de top drie. Het, het is geen AA, het mag geen zes uur duren. Eh... <laughs> uh, uh, ...kwaliteit, geen kwantiteit, zeg ik altijd. Op de derde plaats... ...er ingestemd bij Alex op nummer twee... ...en bij Sven op nummer drie... ...Gorgie Park. Ja. Uh, een... Uh, uh, ...hoe done it... ...met Lee Marvin, William Hurt... Uh, ...in... Uh, ...speelt zich af in... En Brian Dennehy. En Brian mm -hmm. Dennehy. Mm -hmm. Speelt zich af in... ...Rusland, is het? Moskou Ja. Ja, ja. Ja. ja, het gaat over, het, over de KGB en het Kremlin. Ja, heel actueel. En hij is ook uh, de hoofdrol, is ook een Rus. Dus ja, dat en, is ook wel natuurlijk. En wat ik zo goed vind: William Hurt speelt die rol, je spreekt op een zeer onnatuurlijke manier in die film. Hij mm. spreekt niet echt Engels-Engels, eh, zeker niet Amerikaans-Engels, maar hij spreekt zo'n Engels dat je niet kunt thuisbrengen, omdat hij natuurlijk een Rus speelt. Ja. ja en dat vind ik maniervechter dan hmm. ja want ja. dat doe ik niet zo het cliché I'm from Russia. nee 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 dat doet hij totaal niet een soort niet. Engels maar zo ja je ja, krijgt het, het op heet. een heel rare manier ja, ja, zo. Ja. ja echt heel cool en dat is ook zo'n van die koude oorlogfilms. Dat ik ja. ook wel zoek. The Russia House bijvoorbeeld. Ja. En zo van die dingen. Dat ik dan ook weer tof vind. En ook zo'n beetje moordmysterie. Doe ook een beetje denken bij mij. aan dat Alternate History, vooral. Maar dat, dat is ook verfilmd met uh, Ruud Scherer Hauer: Fatherland. Dat heeft ah, ja. Maar dat speelt zich dan af in de tijd dat ja, dat een alternatieve uh, geschiedenis waar de nazi's de Tweede Wereldoorlog gewonnen hebben. Ja, okay. En hij is dan een, een, een SS-officier, uh, eh, die dat ook moet gaan onderzoeken, uh, een moord moet onderzoeken en dan dingen ontdekt over het Derde Rijk dat niemand wist. De eh, ah, ja. Holocaust en dat soort dingen. Hij komt daarachter dat dat een hele conspiracy is. Zo, en wat, wat ik wel cool vond, ja, wat, wat altijd leuk was in de 80s, wanneer de Russen stevast als de bad guys werden afgebeeld. Hè? En, en nu zijn ze het weer terug. Ja, ja. Ja. Maar uh, ja, dat William Hart... Het perspectief. Held is, he, van het, het verhaal. Het ja, ja. Ja, 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 ja. Dat hij die, dat die de onderzoeker is. En dat de, eigenlijk de vervelende vent in de film, Lee Marvin, speelde ja. ook de Is een Amerikaan. Ja. 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 Dus ja. dat draaide dat, dat wel even op zijn kop. Ja. En wederom, als je het nu ziet, dan denkt het zal allemaal wel. Maar in die tijd was dat wel iets heel origineel. Dat ja. was niet iets dat je zo vaak zag. Maar uh, uh, ik moet uh, uh, me blijven herinneren, is de scène met de wormen die het gezicht ja. afbreedten. Ja. Om, om tot dat skelet te komen. Weet je ja. wie dat was? Dat, dat is natuurlijk toen nooit geweten. Maar weet je wie de, de, de man is die dus het, het gezicht construeert? Nee? Is, uh, uh, allee, ik kan het honderd keer zeggen, maar uh, Ian McDermott. Ian McDermid, uh, uh, de Ja. Ehm, Palpatine. Ja. Emperor Palpatine Hoog. speelt uh, een klein rolletje in die, uh, in die okay. film. Oké. Ja, Ian ja, Bannon staat er ook in, hè? Ja, Ian Bannon en uh, Alexi Sale een uh, Britse comedian. Ja, juist. Uh, uh, en natuurlijk, ja, en Brian Dennehy. Brian Dennehy is een van de beste oh, acteurs bad. aller tijden. Cool. That's, that's, yeah, I love him. Mm. Uh, die speelt ook... Want iedereen inderdaad spreekt een beetje Engels, dit en dat. Brian Dennehy spreekt gewoon Amerikaans, maar het moet ook een Amerikaan zijn. Mm. En die is op zoek naar de moordenaar van zijn broer. Dus, mm. uh, dus die zit eigenlijk hetzelfde verhaal. In, in het begin had William Hurt daar niet door. En dan... Uh, maar die, ja, die speelt... Bright Delahy kan alleen maar natuurlijk goed spelen. Ja, dat hebben. Ja. Ook en in dat de, de grootste kutfilms is Bright Delahy altijd goed. Is ook, uh, ik vond dat ook een hele mooie film vanochtend te ja. kijken. Ik ja, vond ja, die, absoluut. Die, die uniformen, die sfeer, die sneeuw, dat, die, dat, 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 dat koud, dat Russisch. Dat, Hield ja. dat idee dat je over Rusland had in die tijd, kreden, maar dat stond op zijn kop, omdat dat die niet eens. De goeie waren daar. Ja, het waren wel gewoon mensen. Oh, nee. ja. ja, dat het ineens ging over een moordmysterie dat zich toevallig gewoon daar afspeelt. En dat is ja. wel echt heel cool. Ja. Uh, de, de meisje, ook deel van het verhaal. en ook de Love Interest is uh, Johanna Pakula, heet dat de actrice. Mm. Uh, zeer mooie dame ook. Speelt daar ook heel goed. Is ook een beetje. die verbergt ook iets. wat is daarmee gaande? Uh, is een heel, heel boeiend personage ook. Ik vond dat echt uh, ja, vond dat een ja, leuk film. Het vond ik echt een keihard film. Dat is ja. een van de films waar ik William Hurt ook nog Bata ja. als, als jong gastje: Kiss of the Spider-Woman. Maar dat was wel een waar ik mij die echt van herinnerde. Dat mm -hmm. ik zo weet zat, Ah ja, Gorky Park. Tuurlijk, keihard als film. Maar ik nu even eh, wat. Eh, als we dan Eyewitness, die jij zo goed vindt, uh, Sven, dan Body Heat. Uh, Big Chill, Gorky Park, Kiss of the Spider-Woman, Children of a Lesser God... en Broadcast News in een periode van tussen 81 en 87. En straf, hè? Dus mm -hmm. elk jaar zo'n fantastische film. Ja. En allemaal andere personages. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, Gorky Park is de, is de, is de mannelijke, uh, beetje afstandelijke uh, flik. Ja, uh, Kiss of the Spider-Woman is uh, uh, hè, een vrouwachtig personage... Body Heat, de, de, de geile kerel. Uh, en in Broadcast News, een beetje dommige uh, nieuwsanker. Ja, dus één ding dat je wel nooit heeft aan gedaan, was een typecasting. Nee. Je kon ja. je nooit in een of ander vak steken, want je bleef altijd wel vooral gaan nee. voor, voor personages en niet voor uh, een archetype. Dat, ja. was niet, dat was niet een, een Stallone of een Schwarzenegger of zo. Ja, of, gesten, of, nieren, zo... Of, of, of een Nero ja. of een Al Pacino. Ja. Die, die worden aanschouwd als hele goede acteurs. Mm -hmm. Maar William Hurt was, is veel breder in zijn. In zijn keuze uh, van rollen, in ieder geval. In zijn keuze van rollen, zijn zijn keuze van ja, rollen ja. 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 Ja, absoluut. Ja. alright dames en heren, we zijn in de top 2. Op de tweede plaats, die stond bij mij op 3 en bij Alex op 1, uh, <laughs> dat is Dark City. Ja. Uh, dat is deze. Een, ja. uh, de, uh, een je ah, de Matrix, eigenlijk. Ja. Of gewoon laten letteren: The Matrix, hetzelfde ja. jaar zelfs. Ja. Oh, was ook dat hetzelfde 1993. jaar? 1999 ja, ja, ja. ook, denk ik. Ja, oké. Okay, ja. Ja, uh, ja soortgelijke ge, soort soort uh, film... Allee, soortgelijke idee in ieder geval. Totaal andere film qua ja, stijl enzo. Nee, nee, hoewel dat er 90, wel Jaar eerder. Je hebt hoewel waar. dat er een aantal uh, dingen... dus is wel heel funny. Een aantal van de sets die gebruikt zijn in... Uh, uh, dingen in... 1984? In, nee, in... Uh, in Brazil? Dark City, in Dark City zelf, die zet ze in hergebruik ah, okay. Matrix. Ah, en want als aan die daken waar die agents over lopen en waar Trinity over loopt, je hebt ook momenten dat hij over de daken loopt en dat hij achtervolgd wordt door die strangers, die ja. figuren die een beetje gelijk de agents ja. zo degene zijn, dat die al de boel manipuleren, maar dat ja. niemand eigenlijk weet. Um, ik heb dat juist even opgevuld. ik heb dat gezien, ooit. Mm -hmm. Ik heb op Letterboxd en ik wist, ik wist het. Dat ja. van Alex Proya. Ik heb uh, daar een halve ja. ster gegeven. Oh, je vond dat slecht, ja? Ik vond dat verschrikkelijk. Ah, wat grappig. Vond je dat slecht? Oh, ja. Dat is funny. Ja dat, ja, ja, dat werd eigenlijk wel tijd, dus vinden, want we vonden al veel te veel, zonder. Ja, we waren te veel eens. In, ja. deze, in maar, deze... Ik vond dat ja. boring. Ja? Ja, oh, ik ah, nee, het, ja goed. Ik vond dat megasfeer. Alex Proya's. Ik, ik vond de Matrix Van de Crow. Ja de, dus ja, de Matrix is niet goed. Nee, dus dat zal wel iets te maken hebben, ja. Ah ja, dan heb je misschien iets tegen dat idee van... ...de wereld waarin je zit is niet de echte wereld. Ja, want die dingen vond ik ook niet goed, Inception. Misschien het daar wel iets Ah Ja, eh, ja. 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 oké, okay. I think I see a pattern here. Ja, je hebt, je hebt ja. ook nog Existence en je hebt ook nog The 13th Floor. Zijn mm -hmm. alle drie, Existence, The Matrix, Dark City en The 13th Floor... ...allemaal in 98 en 99 gemaakt. Maar dat dus so was een soort de fight omdat Dat dan heel moeilijk te the... vinden is een fighter club. Wat zeg je? Yeah. Existence is een dure laserdisc. Omdat dat een van de laatste is. Even je. de laatste. Fight, fight Club kan je je kun je er ook nog bij steken. Dat zijn allemaal. Uh, uh, de wereld waar je zit is niet helemaal juist of zo. So. Is niet. Fight Club? Yeah. Mm -hmm. Vast daar ook bij. Dat is mm -hmm. meer Mr. Brooks toch, hè? Ook wel. Ook wel. <laughs> you ook got, well. You've got a good point there. Ja, dat sowieso. Maar het is, dat het is wel... Ja, ik vond Dark City een hele goede film. Ik ben wel een Alex Proja's-fan. Ik heb er ook niet alles van gezien. Natuurlijk. Nou, die heeft ook heel veel slecht gemaakt. Dit is, dat is, ja, de dit... laatste... Hebben die, heb je die uh, Gods of Egypt, heb je dat gezien? Ja, dat is niet zo heel dat goed. Dat is verschrikkelijk. Ja, ik heb dat, dat wel is... gezien, omdat, ik dat dan, omdat dat dan inderdaad hem was. En ik wou dat wel zien. Vond ik maar, niet uh... verschrikkelijk. <laughs> <laughs> verschrikkelijk, zo slecht? Verschrikkelijk, Pas op. Ik heb er wel mee gaan ja, Ik wil er wel eens terugzien. zien. Maar, maar. Ik vond dat wel, wel niet helemaal onleuk of zo. Nou, ik ja, vind dat de, de, Crowhood, de of the Titans, Dark City. Ja, i-Robot. Uh, ja. Ja, ja, dat was de i-Robot, vond ik ook heel leuk. Ja. Heeft niks met dat Smith, boek ja. te maken, was gewoon wel een leuk. Nee, 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 nee. Dat is een leuke film. Maar ja, Dark City was, was gewoon qua sfeer. Een hele coole film, vind ik. Ik ja. vond dat ook een heel film noir, een beetje raar. Er klopt van alles niet, en je snapt niet waarom. Je valt ook midden in die film. Hè. Die ja. gast wordt wakker in zijn bad, die wordt beschuldigd vind... van moorden. Ja. Je hebt ik denk geen denk idee. Dat ik, ik, ik ging inderdaad een patroon zetten, van 1984 en Brazil vind ik ook verschrikkelijke films. Alé, ja, dan ja. ook grafisch ja. ook karago. Is dus maar ja. zo met dezelfde sfeer hè? Ja 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 ja. Jannik ja. ja, Snelt, heel hart een fan van die sfeer en ik denk van oh, dat je daar dat je daar niet in ziet inderdaad. Nee. Ja, daar ja, ben je niet mee. Is niks, nee, dat dan snap is niks ik. Zo dus die in, ja, okay. industriële industriële ja. sfeer zo van En en 12 bankjes. Daar wel. Nou, ja ja. ja. Daar wel. Ja. Dat past ja, dat, ja. dat past nog tenzo ook wel weer op in. Dat in dat rijtje of zo, daar, zo ja. Maar dat heeft dan oh, wel Bruce neem. Willis en Bad Dat is ook wel weer waar. Ja. Maar het is, ja, het, het, uh, ik, ja ik, vind, ik, ik vond dat altijd een hele leuke film. En eigenlijk moet ik wel zeggen, want hij speelt daar een politieagent in, hè, ja. Inspector Bomstedt. Dat is zo, ja. ook zo'n beetje, hè, dat is een goeie een beetje. Die goeie ja, ja. hem die, nee, ook wel waar, die neemt ook zoiets, er is hier iets mis. Want die voelt ook van. Je geraakt niet uit die stad of er is iets mis onder ja. deze. Ik heb al dingen geprobeerd en het lukt niet en het klopt niet. En omdat dat natuurlijk een rechercheur is en dingen onderzoekt, begint je ook wel te voelen van, ja, hier klopt eigenlijk van alles. Nee? Ja. Want het raakt. idee is dus dat de stad, hè, dat je in slaap valt wanneer die strangers dat beslissen. En dan worden mensen gewoon omgeswitcht van leven. Hè? Iemand dat... De ene dag superrijk is en alles he. is een dag erna, iemand aan niks. En, en... en waarom doen ze gaat... het weer? Om ze te onderzoeken. Het is niet zoals batterijen in de meterzet, he. het is om ze te onderzoeken. Nee. Of... Ja, er is, er is wel een reden. Ze hebben die ook nodig voor survival. He. Maar ik weet niet meer wat dat daar juist weer was. Want Mega dat is ook weer te lang geleden. En op het einde van de film wordt dat wel een beetje trippy. Zo. En dan gaat, dat wel, dan gaat dat wel weird. Maar ja. ik, uh, ik ben ook altijd een hele grote fan geweest van de, de, de leider van de. Um... De, de strangers die een acteur Ian McNe Richardson Ian Richardson die een uh, eigenlijk de, vo de voorloper was van, uh, van dingen van um, allez, Kevin Spacey is en Frank Underwood is eigenlijk ja, ja. Eh, ja. Uh, is, uh, hoe heet Out die of cards House de, of Britse Guards, House of Guards, de Britse House uh, of Cards was eigenlijk maar een, een ja. reeks die uit drie delen bestond en dan ook klaar was. En Heb ik gezien? En dat, dat is ja. opvallend hetzelfde. Uh, ja. Uh, die, die, uh, dat ja, heel hard, hè? En ja. dat, is alleen, dat speelt zich alleen in Groot-Brittannië af, in plaats ja. van in Amerika. En Francis Urquhart is in plaats van president, wordt hij premier. Hè. Wordt ja. Dat wordt eigenlijk de Thatcher van zijn tijd. Hij is ook super conservatief. ...en ook in staat tot mensen kapot maken om te geraken waar dat hem is. En hij natuurlijk ja. ook die geweldige scènes die Kevin Spacey ook heeft... ...waarin dat hem de vierde wand doorbreekt ja, en dat tegen hele... u spreekt. Ja. Waardoor dat hem u net zoals Spacey op heel vieze momenten erbij betrekt eigenlijk. Ja, ja, Alsof ja, ja, dat jij ja. er iets mee te maken hebt. uitmaakt, ja, Dat ja. hij zegt van, jij weet wat ik hier aan het doen ben... Hè. ...maar de rest, en dat je zo denkt, ja, maar nee, ik heb hier niks mee te maken... Dus, en die speelt eigenlijk de leider van de Strangers en een van die andere figuren is trouwens ook uh, Richard O'Brien. Nou, ja, in de van, uh, van uh, Rocky Horror Show en Rocky ja. Horror Picture Show en ook natuurlijk Flash Gordon. Ja. Dus, uh, dus ja, ik heb, ik heb altijd Flash wel. Flash Gordon een, wat dus is jouw weer? Flash Gordon. Wat er? Daar speelt hij, daar zit hij op uh, op Ar um, Arboria. Dan net zo zo'n moment dat je zo op een fluitje zit te spelen. Die ah, heeft ja, ja, een, een ja, ja. hele grote rol, maar die zegt er zo twee dingen in, maar weer zo typisch in die stem dat hij heeft. Ja. En uh, bij deze film zie je dat dan een van die kale gasten met een is, die, 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 die dat zo de, degenen achtervolgen die wakker worden, of die niet... Want niemand mag natuurlijk weten dat deel die wereld fake is. Het dus. enige wat ik wat minder vond, is Kiefer Sutherland. Die speelt een beetje over de top. Ja. Ja. Dat is een beetje een raar personage, ja. maar Jennifer Connelly, een van de mooiste vrouwen van de wereld, yes. die speelt er ook in. En, ja. Uh, ja, die kan ja. echt niks vergeten. Rufus Sewell, he, degene waar je ja. het er straks ook over ja. had. Dat je zei, die dat die altijd goed is. En ja. die zo slecht speelde dan in dingen, Klaar, blijkbaar. In Old. Ja. ja, daar was hij een beetje over. Maar hoe van die gasten een slechte acteur maken? Dat gaat toch niet? Door ja. Dat, als regisseur misschien. Ja, ja. Dat is, dat is toch... De, de ja. touwen loslot. Ja, ja. 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 Anthony Hopkins is ook al slecht geweest. Hè? Uh, vaak. Hey, hoe, uh, hoe, hoe geniaal dat hij is in de vader. die heeft zo'n film gemaakt met... Oh, ik denk met Al Pacino zelfs. Dat je denkt, van, dat dit weer gasten echt zo van... Niemand heeft er iets durven tegen zijn. Nee, dat is wat ja, ik ja, ja, zeggen, maar. Ja. <laughs> En Dat hij met wie ze weten hebben gehad, van kom, we gaan die zo uit. Eigenlijk. We gaan de sneer, ja, 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 ja. En dat zo zoiets hadden. Oh ja, yes, it's great, cut. En dat die ook echt, we moeten weer mee aanvangen <laughs> ja. met deze. Ja, ja. ja. Wow. Alright, dames en heren. Ik denk dat we daar gaan naar de nummer 1. Yes. En het is een beetje gekleurde, omdat natuurlijk onze stemmen tellen zwaarder mee. En ik ben een science fiction nerd. Daarom zit Lost in Space en Dark City. En ook de nummer 1. Uh, want die staat bij Sven op 2, bij mij op één. En dat is. Uh, oh, wacht, dat is en dat bij niet. Alex die? Alex ah, staat die er niet in. Uh, uh, okay. Altered States. All right. Dat heb ik nooit gezien, vandaar dat dat er bij mij niet in staat. Dat heb ik ja. is goed. Dat is okay. fantastisch. Mm -hmm. Vertel maar, Sven. Nee, vertel. Ga maar, Fabio. Nee, nee. nee, nee ga. Vertel, vertel maar. Vertel ik kon geen klote vertellen, want ik heb die niet gezien. Nee, dat gaat over een gast die een hmm. experiment, dus een wetenschapper, die een experiment doet en die altijd maar verder gaat in dat experiment. En dat experiment bestaat eruit, door, correct me if I'm wrong, hè. Uh, regressie? Is het regressie? Dat je... Ja, in een sensory deprivation tank zit hij. Ja. En dan gaat hij terug inderdaad, ja. in die gaat graven in zijn onbewuste... Maar dus ja. ook in zijn DNA. Eigenlijk in zijn bijna prehistorisch DNA. Van, ja. was zit ja. mijn origin? Mm. En dat is, ja, dat is de weird film. Maar ja, angst aan jou goed. En dat is een, het is een beetje soort 2001, maar dan in je hoofd. Of zo. Ja. In je, snap je? Okay. In plaats van dat ja. we ergens naar op zoek gaan, daar is, gaan we. Het is inner, inner space, maar in the mind. Ja, ja de, 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 nog de oerversie ja. van wie dat ik zei. Wie was ah, mijn okay. eerste vuurvader en ja. zit hij nog in mij? En kan ik dat. De fly, ik doe het ook soms een beetje omdenken, vind ik. Ja, zo, ja. ja. He, want hij wordt dan op een gegeven moment ook een beetje een oermens. Ja, mm -hmm. ja, ja, zijn oervader. Hè? Ja. Mm -hmm. ja. ja uh, uh, wij hadden er uh, veel stem aan gegeven, maar uh, het, het stemmend publiek uh, had er ook. Het is een film van Ken Russell. En uh, ik ken niet superveel van Ken Russell, maar ik denk dat hij alleen maar interessante films gemaakt heeft, die man. Company als... of Wolves? W wat? ja, oh, goede film. The Company of Wolves? Uh, uh, is van de... Ken Russell? Ja. Of ik naar verkeerd. We nee, hebben misdenken. Oké, okay. wat bedoel ik dan? Wacht, hè. Uh, heeft. Uh... Gothic, dat bedoel ik. Sorry. Ja. Dat is Ja. Oh, dat is ook een hele goede film met Lord ja. Byron en Percy Shelley en Mary Shelley. Ja. Over dat dat. wil ik ook Die ene nacht waar Frankenstein ontstaan is ja. eigenlijk. Ja. Ja. Super, super goed. Kei en goed. Crimes of Passion is dat van hem? Crimes of Passion goede goede van film. hem. Met Kathleen Turner. Ja. ja. Ook een hele goede film. En inderdaad, die Gothic heeft ook een film gemaakt over... Een... Ah, ik vind het hier niet direct, maar hij heeft ook een film gemaakt over een... een uh... The Devils heet hij toch ook niet? Ja, ja The, The Devils, Devils heeft hij gemaakt. Is ook dat moet ik bekijken film. voor Klokzacht 12, boys. En dat wil ja. ik ook graag zien, want dat... ja, daar is ook heel veel op te doen. Hij heeft een Treasure Island gemaakt, zie ik hier. Och. Um, en, maar hij heeft toch ook iets gemaakt over een, over een componist. Hij heeft ook een kort kortfilm ah, ja, gemaakt en least, die heet Ein Kitten für... Ja. Voor <laughs> list of Mania met uh, uh, Roger Jim Daltrey 50. als Frans list. Oké. Okay. En Tommy? Tommy heeft die gemaakt? Ja, Tommy, ja, Tommy natuurlijk. Ja. Dus, en nog een paar een, Oliver een, Reed films. Op, een, op, een hele speciale film. Ja. Lair of the denk. White Worm, dat is er ook nog van. Ja, is dat heb zo, ik ook gezegd. Dat is ook zo'n hele, hele, een hele weirde... Een hele rare film met een, een jonge Hugh Grant. Ja. En uh, de, de slechtste uh, Dr. Who bordgetonnen worm die je ooit gezien hebt, maar wel ja. een hele leuke film. Toch ja. de dus videoclip Alter van States. Nikita van Elton John gered, voilà. by the way. Dat is ook zo nog, eens iets waar je van denkt dat had ik niet zien nog. Nou ja, dat, dat werd toen kapot gespeeld ja, ja. in de jaren tachtig. Ja, dat is, dat heb ik in gezien. Ja. Misschien niet de gemakkelijkste film, denk ik. Mm. Allee, misschien niet. De... Ik weet dat in de, de tijd dat dat, dat dat op video uitkwam, was dat wel de big things. hè. is altijd steeds al gezien. Wow. Ja, het, ik heb het, dat is... nooit gezien. Ik moet daar wel eens een keer kijken, want dat's, dat's, dat intrigeert mij wel. Het is wel Drew Barrymore, want het oh. is een film uit 1980, dus toen was Drew mm -hmm. Barrymore een uh, baby, denk ik. Of zo. Mm, ik weet niet wel. Een klein, klein kind. Ja. Mm -hmm. Drew Barrymore is... ah, dat was Drew Barrymore vijf jaar. Ah, is dat dan zo'n eerste film? Wat? William dat William een eerste film dan? Dat weet ik niet. Okay. Wel een van de eerste, ja. ja. Even zien. Hè. Uh... Ik wil dat toch nog ja. Eens even ja. ja, daarvoor was het TV. Een van de allerlaatste uh, dingen dat Ken Russell heeft geregisseerd was in 2007 een kort film en die heet Ein Kitten für Hitler. <laughs> ik wou daar gewoon even een keer luid op zeggen. Ik vind dat wel ja. grappig. Ik weet ja. niet. Is, maar ik heb wel zo ik ben nu al geïntrigeerd. Ja, ja, ja. ja. Een kitten voor Hitler. Een kitten voor Hitler? Ja. Hebben ha, uh, we die, een kitten voor Hitler? <laughs> Dat Klinkt als een gerecht in een Duits restaurant, met een ja. beetje veel pretentie, zo. Of een cocktail zo, een zotte cocktail zo. 46 <laughs> ja, ja. on the beach en een Kitten voor <laughs> <für> Hitler. <laughs> ja. On the rocks. <laughs> nee, on joms, the rocks. Altijd <laughs> uh, steeds. Uh, daar heb ik een leuke Blu-ray van. En ook een goede. En het is, ja, uh, hij speelt dat heel goed. Ik hou ook wel van die. Uh, ik heb onlangs ook bij Christopher Walker Brainstorm gezien. Ook een ja, dat soort, yeah. soort, soort films. Uh, 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 ik met, los, weet je wel? Ik met Tony Curtis ook, The to, Dat is ook zo in die ah, uh, Ja, ja, ja. Ik, zie dat, ik zie dat graag. En het is, het is een, een goede film, goed gemaakt. En het heeft, uh, zoals goede science-fi moet zijn, interessante ideeën. En, uh, en uh, ja, ik ben grote fan. Ik zeg niet dat het de beste film aller tijden van William Hurt is. Maar in onze top 20 staat hij op 1. Dat oh, was bij mij bij mijn nummer 1 ook. Ik zeg niet dat dat de beste rol is dat William Hurt ooit tegenspeelt ...maar dat is wel een beetje mijn favoriete film waar hij in zit. Ja. Dus ik denk dat, dat dat voor mij dan de keuze is. Ja, bij mij staat, daarom staat hij bij mij ook op drie Dark City. Dus inderdaad, ja. op één Alter States, twee Dark City, drie Gorky Park... ...vier Body Heat, vijf Broadcast News, zes Smoke... ...zeven General Ross in de Marvel films... ...acht History of Violence, Kiss of the Spider Woman... ...Lost in Space, Mr. Brooks, Dune... ...Ciriana, Eyewitness, Robin Hood, Excellent Tourist... Big Chill, Vantage Point, The Village, Children of Lesser Gods, AI en Do Not Disturb van Dick Maas. Moeten we altijd nog even zeggen? Dat zijn goede films van uh, William Hurt. Als mensen iets willen gaan kijken, uh, uh, check die films uit. Ga dat zoeken, ga dat bekijken. Uh, de man is overleden, maar uh, zijn, zijn, zijn filmografie blijft voor altijd. Zo oh. hm. so is het. En jullie blijven de... ook de... voor altijd. Ja, zo voel het <laughs> al. It feels like I've been here forever. Ja, nou, nou, daar moeten we afsluiten, We we weer twee uur bezig zijn. <laughs> uh, uh, Sven, de Ridder, Alex, ik nieuw, enorm bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.